Boxleden, man, goed dat je er bent. Ja, man. Ik ben echt blij dat je er bent, want je ja. doet het goed natuurlijk. Je ja. bent met veel dingen bezig. Ja. Um, eerste vraag is altijd: hoe gaat het man? Ja, goed eigenlijk. Um, ja. Ik uh, ja, wat je zegt, druk bezig. Uh, afgelopen week ook weer op het veld mogen staan. Dus ja, weet je, ik, uh, ik ben gewoon happy uh, met waar ik nu ben. Ja. ja. Hoe, hoe zien die trainingen er nu uit man? Wat doen jullie? Want ik zag je wel met een paar gewichten. <laughs> ja toe gaan ja maar... man. Kunnen jullie partijen of wat mag? Uh, we begonnen met uh, eigenlijk met in tweetallen te trainen. Dat was Pff, toch wel apart. Straal. weet Je, je ja. komt aan, bent al aangekleed, kicks in de kofferbak, e ja. Eigenlijk ouderwets. Ja, weet precies, je wel. precies, als er geen douches zijn en zo. Ja, weet, toch? Ja, Oldschool. Ja, kicks aan, veld op. Dan deden we altijd uh, circuitje, kracht, wat je okay. hebt gezien. Mm -hmm. En daarna het veld op, tweetallen. En uh, ja, dan een beetje conditionele prikkel, maar alles met de bal. Dus wel gewoon een beetje slalom, een mm. beetje paas en trap. Dus op zich was dat, ik was wel gewoon blij om weer op het veld te staan, moet ik je zeggen. En sinds deze week was uh, in acht tallen. Dus dan wel met een grotere groep. Ja. Dus direct heb je wat meer teamgevoel. Weet je wel, ja. gewoon, uh, ja, is wel beter. Want hoe heb jij zeg maar die hele coronasituatie? Uh... Ervaren, want jij hebt het van dichtbij meegemaakt. Je krijgt ja. te horen van, hey, ja. misschien gaan we niet door. Ja, ja. Jullie zouden volgens mij dan degraderen ja. eigenlijk, want ja. jullie stonden laatste. Ja. Ja. Zat je zeg maar in een soort van twijfel of had je wel gedacht dat het nog door zou gaan? Um, ik moet je eerlijk zeggen, ik had een hele periode dat ik gewoon dacht, daarom trainde ik ook door. Mm -hmm. Van, die competitie wordt vast nog wel uitgespeeld. Je je ja, Maakt maak niet uit wanneer. Ja. Maar het gaat nog wel worden uitgespeeld. Wat op zich wel grappig was, we speelden dat weekend voor met de Herakles. Mm -hmm. Nou ja, je gaat gewoon normaal de week in. Je traint gewoon door. En op de woensdag eigenlijk op de donderdag hadden we altijd vrij. Ja. En eigenlijk die donderdag hadden we vrij. En ik ben daarna eigenlijk <tus> niet meer in Waalwijk de... de... geweest. Je bent nooit meer terug. <tus> ik gegaan. ga meestal vrijdagen ga ik gewoon uh, uh, naar huis, naar mm -hmm. Amstelveen. En ik ben daarna niet meer terug geweest eigenlijk. Tot dan we nu de afgelopen weken weer ons moesten melden. Dus het was eigenlijk heel raar, weet je. Je, je laat heen. eigenlijk de hele situatie achter je. En um, ja, dicht bij je familie heb, je, heb ik die hele coronaperiode een beetje meegemaakt. Ga ik je één vraag stellen. Ik wil dat je eerlijk <laughs> bent, hè. Je weet, we mogen hier niet liegen. Is het verdiend dat jullie in de Eredivisie zijn gebleven? Um, verdiend? Ja... Het is geen ja-nee antwoord. Ja. Stel jullie stonden zesde. En zou je dan zeggen van... Hey, ...de laatste twee plekken moeten degraderen... ...want de kompa is klaar? Of, of... Nee, man. Ik, ik heb daar wel een bepaalde mm -hmm. gedachte over. Okay. Als zo'n corona... Uh, uh, ...als zo'n virus komt... ...heeft iedereen er last van. Ja. We zijn allemaal verliezers. Mm -hmm. Als je al op de grond ligt... ...moet je niet worden nagetrapt. Oké. Okay. Snap ja. je wat ik naartoe wil? Ik, ik, ik voel je. Ja, ja. Dus... Ik vind persoonlijk dat je eigenlijk iedereen, um, weet je, zowel wij dan onderin de eredivisie, als de ploegen bovenin de divisie. vind ik gewoon dat je die niet nog negatief, uh, op een negatieve manier, weet je wel, um, ja, moet behandelen. En ik vind dus eigenlijk dat we met twintig clubs in de eredivisie uh, dat hadden moeten proberen. Ja. En, en, en dat is er niet van gekomen. Maar dat, dat, was, dat was voor mij... Mm -hmm. um, eerlijk, normaal en weet je, dat, dat, ja, daar zou ik achter hebben gestaan. Ik zeg je heel eerlijk, um, als ze Ajax. Vind jij? Ja. Wat vind jij? Je <laughs> hebt niks met RKC te maken. <laughs> nee, helemaal niks. Snap je? Wat vind jij? <laughs> ik zou zeggen, als ze Ajax echt kampioen hadden gemaakt, gewoon ja. er is een kampioen, ja. dan had ik wel gevonden dat jullie moesten degraderen. Ja, oké. Okay. Ze hebben er nu voor gekozen van. Hey, uh, we maken eigenlijk geen kampioen, maar ze gaan wel champions League spelen. Ja, dan ja. nou vind ik ook niet dat jullie moeten degraderen. Nee. Maar ja. ik vind dan toch wel ergens dat ze die uh, bovenste twee plekken uh, in de keukenkampioen divisie wel moeten compenseren, man. Kijk, ik weet ja. niet of je ze moet laten promoveren. Ja. Ik heb niet zo ver nagedacht, maar ja. doe wel iets voor die mensen, man. Ja. Het is wel fire, man. Ja. Want ja. <laughs> Het is sowieso fire, ik heb dat ook al keer gezegd. Je hebt een gemaakt en alles waarvan ja. je denkt van, hé, hey, ja. Ja. Nee, toch? Ja, en weet je, bij Cambuur de Graafschap, spelen ook bekenden van me. Mm, Oké. Okay. En um, weet je, het zijn ook gewoon spelers. Dus als, ik dan, als je het hebt over compenseren, dan denk, je mee, dan denk je aan geld. Tuurlijk. Dat geld gaat naar de clubs, dat gaat ook niet naar de spelers. Snap je? Dus die spelers hebben gebikkeld. Yeah. Op, op die manier worden hun niet gecompenseerd. Snap je? Want hun hebben um, ja, ziel en zaligheid gegeven om op die plek te komen yeah. waar ze nu stonden. En um, oké, okay, compensatie voor de club nou ja, zou zeker helpen. Ja. Weet je? Maar ik als speler denk aan die spelers. Weet je wel? Wat een vreemdere. Je gelijk in, man. Ik heb niet zo ver nagedacht. Ja, dan ja. vind ik dat er zeg maar een, een potje vrij moet komen, maar er moet wel verplicht een deel naar de spelers gaan. Ja. Zoiets. Ja. Ja. Maar ja, het zijn allemaal dingen, zijn die, uh, dingen. Die, die we niet in de, in de hand hebben. Nee. Uh, ja, ik, ik, ik was gisteren een beetje aan het internet, te natuurlijk, checken van wat, wat heb je nou precies allemaal gedaan? Ik kende je natuurlijk wel. Ja. Maar toen las ik van 1 juli transfervrij, man. Ja. Toen schrok ik wel een beetje. Ja. Want in deze periode ja. is het niet makkelijk om transfervrij te zijn. Ik nee. sprak Sarpong natuurlijk ook vorige ja. week. Ja. Hij is wel met wat dingetjes bezig. Ja. Hoe kwam dat bij jou aan van hé? Hey, we gaan waarschijnlijk niet met je verder. Um, nou, afgelopen dinsdag was dat gesprek. Mm -hmm. dus, dus nog redelijk kort geleden. Vers. Vers, <laughs> vers, ja man. Je hebt het hier eerst gehoord. <laughs> <laughs> ja, precies. Nee, maar ik, ik ging dat gesprek in 50-50. Mm -hmm. uh, het is niet per se dat ik het uh, zag aankomen. Dus, okay. dus dan is dat helemaal uh, toch wel een behoorlijke teleurstelling. Um, nou ja... Ik sta er wel op een bepaalde manier in. Ik, ik heb ook, weet je, op het moment dat jouw baas tegen je zegt, we gaan niet met je verder. Mm -hmm. Dan denk je van, het is een afwijzing. Tuurlijk. Ik denk, Laat even, dat. Hey, fuck you, man. Fuck, fuck you. you. Ja, ik ga naar zeker, huis. Ik ja. stap mijn auto in. Precies. Je, ik heb ze wel gewoon bedankt. Tuurlijk. Ze hebben je ook weer een kans gegeven om te spelen. Ze hebben me een kans gegeven. Ja. En ik vind altijd, je hebt zelf een keuze, zeg maar, hoe je naar dingen kijkt. Klopt. Je hebt zelf een keuze. Dus ik had ervoor kunnen kiezen van, hé, hey, jullie wijzen me af. Weet je, laat dat man. Ja. Weet je wel? Hé, hey, wat zou ik, ik doen? Ik kies ervoor om juist te zeggen van, jullie hebben me mijn kans gegeven. Hm. Weet je wel? En uh, ik ben daar dankbaar voor. Uh, jullie hebben het op deze manier met me gecommuniceerd. Ik kan het er eens of niet eens mee zijn. Mm -hmm. Maar um, op die manier sta ik er nu in. Sowieso met heel veel dingen, maar ook met voetbal. Ja. Ik ben gewoon blij. Ik heb in de divisie gespeeld. Hé, hey, dood. Ja, we weet je, we dat, heel dat was veel me... jongens niet zeggen. Ja. Ik ook niet. Nee, nee, nee maar ik ook weet niet. Je, ik, op dat punt ook waar ik vandaan kwam, vanuit een blessure, uh -huh. um, kan ik alleen maar blij zijn. Snap je? En um, tuurlijk als sportman, als topsporter ben ik teleurgesteld. Ik ga nu weer een onzekere periode in. Ja, dat is Heeft liefde. niemand zin in. Snap ja, ja, je? Dat precies. wil je niet. Vaak dat wil je niet, bro. Ja. Um, maar toch kies ik ervoor om te zeggen van hey, deze deur gaat dicht. Er gaat zeker weer een andere deur open. En uh, ik blijf gewoon positief, man. Is het belangrijkste. Ik blijf man. gewoon positief. Die respect ja. moet ik je wel geven, want die ja. tijden dat ik zonder club zat, is stress, bro. Ja. Stress, stress, ja. stress. Ik had geen potje vrij met nee. money. Ik had geen business ernaast. Ik had niks. Nee. Dus ik zou je wel begrijpen ja. als je nu eventjes dacht: hé, hey, zang, wat ga ik doen? Ja. Snap je? Nee, maar ik, weet je, ik kan hier wel stoer lopen praten ja, 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 voor tuurlijk. de camera, mag, weet je wel? Ja? <laughs> uh, tuurlijk, die teleurstelling was daar. Die teleurstelling was daar. En afwijzing, wat nooit, voor ja. afwijzing er maar ook komt, nooit is goed. nooit leuk. Ja. Weet je? Is nooit, komt altijd aan. Um, maar je hebt zelf de verantwoordelijkheid. Je kiest zelf ervoor hoe je daarna kijkt. Ja. Weet je, en ik, ik vind wel, ik heb nu wel geleerd dat, dat je die verantwoordelijkheid ook gewoon moet pakken. Snap je? Dat ligt bij jezelf. Dat is volwassen, hoe jij volwassen de, zijn, hè? Hoe jij ernaar ja. kijkt, weet je, daar kan je niemand de schuld van geven. Klopt. Dat is hoe je, waar je zelf voor kiest. Dat is goed man, ik ben blij dat je er wel positief in staat hoor, ja. want dat, dat gaat je wel helpen in je zoektocht naar iets nieuws man. Ja, ik hoop het, ik maar hoop het. Maar als ik zeg maar even een sprongetje terug maak hè, ja. kijk ik heb nu miljoenen vragen in mijn hoofd. Helaas ja. <laughs> heb ik geen script hier, maar de eerste vraag die in mijn hoofd komt hè, ja. en um, het is een beetje een aparte vraag, maar hoe ga je van debuteren in de Champions League ja. tegen Real? Ja. Speelde Ronaldo toen of niet? Ronaldo, nee? Hattrick, man. Hey, Shit, trick man, hat La, laat me het zo zeggen. Je gaat van spelen tegen Real en Ronaldo ja. naar het moeilijk hebben bij RKC. Ik ja. snap dat daar een hele weg tussen ja. zit. Hè? Ja. Maar je was een groot talent bij Ajax. Ja. Je zat ook bij de Nederlandse jeugdelftallen vaak. Ja, klopt. Je hebt je debuut gemaakt ook in de, in de Eredivisie. Ja. Waarom is het daar nou niet geworden wat je ervan had gehoopt? Ja, weet je, die vraag heb ik natuurlijk ja, miljoenen, keren, miljoenen ja. keren gehad. Maar wat en komt Elke, keer is, elke keer is mijn antwoord anders. Okay. Waardoor je tot de conclusie moet komen mm -hmm. dat er natuurlijk meerdere factoren altijd, altijd hebben meegespeeld. Um, zeg maar op, dat, op dat moment um, ja, heb, ik, heb ik mijn debuut mogen maken, groot talent. Ik heb ook een traject bij Ajax mogen doorlopen. Leuke boys, veel talenten, ja. goede lichting, uh, veel wedstrijden winnen. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk uh, mag je dan je debuut maken, krijg je ook het vertrouwen. En, weet je, Op dat moment was ik, ik was echt een streber. Ik, ik moet je ook altijd zeggen, als, ik mensen, als mensen me vragen hoe was het, ik heb er niet genoeg van genoten. Want nee? ik was alleen maar ermee bezig, maar die volgende wedstrijd moet ik ook bij de selectie zitten. Maar komt dat niet een beetje door Ajax? Nee. Geven nee. ze jou die mentaliteit niet mee van: hé, luister, je hebt wel gewonnen vandaag, maar dat is niet goed genoeg, we moeten alweer verder. Kan je daar wel genieten van een overwinning? Ja, Omdat ik denk, je moet winnen. Ja, ik denk het wel, maar je hm. moet jezelf de kans geven. Hm, je moet okay. jezelf ook de kans geven: heb ik gewonnen? Ga ik even blij zijn? Ga ik daarna weer verder? Heb ik verloren? Ga ik even teleurgesteld zijn? Weet je wel? En um, ja, ik, ik denk dat dat wel iets persoonlijks was waardoor ik op dat moment gewoon um, op een gegeven moment, nou ja, als je het hebt over meerdere factoren, maar zelf ja. ook een beetje in de weg zat, okay. weet je, je legt druk op jezelf, weet je, ik moet erbij blijven, ik heb nu een kans gekregen, mm -hmm. hier heb ik mijn hele Liby naartoe gewerkt, ja, ga het niet uit handen geven. Um, ik denk dat dat niet altijd goed was. Uh, daarnaast um, kwam ik eigenlijk de week van Real Madrid. Ik kreeg gewoon pakjes. Ik kan me nog herinneren, ik kwam er een half uurtje in. 4-1 of zo, hè? Ja, ik kwam er een half uurtje in, maar die eerste helft werden we echt weggespeeld. Ja, dat was niet normaal, man. Werden we, en ik, ik was er... aan het seppen toen, hè, want ik dacht van, <laughs> hey, nou, ik kan dit niet zien, man. Nee, Snap man. je, hè? Ja, maar ik kan me nog goed herinneren hoe het publiek was, eerste helft. Mm -hmm. Kritisch, weet je wel? Ja. En ik kan me ook nog herinneren, Frank de Boer, dat de woede-uitbarsting in de rust. Weet je wel, Hoe die... is hen, het is zo'n woede-uitbarsting van hem, jongen. Je moet je je voorstellen, ik, ik, ben boy. ik ben 19, ja. broekie, dus ik kijk gewoon, weet je, ik ben wel gefocust. van hey, Als ik moet spelen, moet ik ready zijn. Ja. Maar ja, je maakt het voor het eerst mee. Ja. Dus hij begint rustig te praten eerst, toch? Want op zich was hij gewoon een rustige trainer. Precies. En opeens schopt hij tegen een prullenbak, bam! En hij begint ja. te schreeuwen. We zijn Ajax, weet je wel, dit kan niet gebeuren. Ehm. Um... Weet je, we moeten laten zien dat we trots zijn om Boston, hem voor Ajax te ja, spelen. Ja, ja. Thuis ook nog. En hij ging per keer, maar hij liet echt hij liet, ja, niks heel, man. <laughs> en het was niet persoonlijk naar boys, ja. maar het was gewoon het hele team voelde als het. Als collectief en, gewoon van één. Hey, als valen. collectief, ja. ja, ja. ja. Dus um, ja, weet je, op dat moment. Uh, um, dat was dus die week waar Enva Real Madrid eigenlijk een negatief resultaat En ook gewoon niet goed voor de dag waren gekomen. Mm -hmm. Dat weekend kwam ik er in de rust in, maakte ik een eigen goal speel je 1-1 tegen Utrecht. Was, bij Ajax is één van zo'n week is al crisis? voer voor. Ja, crisis. Snap je? Is crisis. En um, ja, weet je, ik was net 19. Um, het was makkelijk ook. Weet je, ga maar even bij jong. Yeah. Ga jezelf weer laten zien. Bouw jezelf op. En je komt weer terug. Weet je wel. En um, dat dat dus ook, was ook een factor waarop yeah. ik dat moment er niet bij bleef. En ten derde, ja, weet je, je bent dan drie, vier maanden verder. En waar 2012 was een droomjaar voor mij. Yeah, yeah, yeah. Contract Snap verlengd, it. next gen. Uh, debuut gemaakt, Champions League. 2013 heb ik twee blessures gehad. Heb ik denk ik in totaal twee maanden gevoetbald. Wat voor blessure had je? Um, ik heb mijn middenvoetbeentje gebroken. Een en blessure, ik heb uh, mijn kuitbeen uh, gebroken, mijn that's andere that's been. Shit man. Uh, ik moet je zeggen na mijn middenvoetsbeentje gebikkeld, gestreden, mm -hmm. ben ik goed teruggekomen. Oké. Okay. Uh, op dat moment de aanvoerder van Jong Ajax zat er weer dicht tegenaan. Had echt het gevoel van kwestie van tijd. Ik dacht ook dat je zou komen. Ik, het was voor mij het gevoel van ik ben nu beter dan toen ik toen mijn debuut maakte. Ja. Weet je wel? Kwestie van tijd. En uh, toen mijn andere blessure. En ja. Weet je, dan heb ik een aantal momenten al genoemd die voor mij ja, niet goed vielen. En bij Ajax krijg je niet de tijd die je andere clubs... Wat begrijpelijk is ja. weet je, voor jou duizend anderen. Weet je, ja, we hadden wat talenten achter me. Bassoer kwam, uh, Riedewald. Ook zonder wat Riedewald, wat met hem is gebeurd. Riedewald. Ja. ja, weet je, dat soort jongens zaten daarachter. En uh, ja, dan, heb je geen, dan kan je geen jaar missen. Nee, nee, nee. Snap je ook maar bedoel? Nee, nee. Is Het is, is toch wel jammer als je ja. zo terugkijkt. Je hebt, Volgens mij acht jaar bij Ajax gespeeld. Ja. Dan kom je uiteindelijk daar, weet je, waar je moet zijn. Ja. En dan komen er allemaal factoren bij waarvan je denkt van... Hé, waarom gebeurt mij dit? Ja. Snap je? Ja. En dat is eigenlijk... Het, het grappige, weet je, dat is een bruggetje. Mm -hmm. um, ik ben in principe niet streng christelijk opgevoed. Mm -hmm. Maar dat was voor mij wel een moment van... Dat je het geloof weer oppakte. Dat ik het geloof oppakte, omdat ik, ik kon dingen niet verklaren was een harde werker, gaf altijd alles. Uh -huh. Ging vroeg naar bed, had goed. <laughs> ja, 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 en ja, ja. toch, weet je, ja. ging het niet zoals ik wilde. Weet je, ik had het talent, ik had het vertrouwen van de trainer. Ja. Dus op dat moment kon ik dingen niet verklaren. En op dat moment heb ik er ook, weet je, um, nou ja, Jeffrey Sapong, ja. Eno zat toen nog bij Ajax ook in die periode. En, en die gasten hebben me wel echt geholpen om, om te relativeren. Mm -hmm. Maar ook om positief te blijven, weet je ja. wel? Om, om um, uh, uh, het niet allemaal bij jezelf te houden. Ja, sommige Snappen dingen moeten gebeuren. Dat er meer, ja, ja, maar dat er ook meer dingen zijn. En, ja. um, dat, dat gaf mij rust. Dat heeft me uiteindelijk wel ja. geholpen om te groeien weer. Ja. Want uiteindelijk werd je dan verhuurd aan Willem II, volgens Willem mij. Willem II, ja, klopt. Dat was ook... Uiteindelijk een, een, geen goede keuze. Uh, achteraf, hè? Achteraf is altijd ja. makkelijk praten. Ja. Maar uh, ik, ik kan me nog herinneren, Frank de Boer gebeld, weet je, kom ik in je plannen voor? Je gaat nooit een duidelijk antwoord krijgen. Een beetje twijfel, ja. weet je, ik heb nog vertrouwen in je, heeft hij letterlijk gezegd. Maar, weet je, je moet bij Jong Ajax, moet je weer. Maar dat was al twee jaar na mijn debuut. Dus voor je gevoel ben je ready voor, in ieder geval, ja. voor de Ja. Dus op dat moment, uh, nou ja, komt Willem 2, die gaf mij een heel, weet je, veel vertrouwen, goed gevoel. Mm -hmm. en, uh, en toen heb ik daarvoor gekozen. En, en ik had nog de naweeën van die blessure. Dus ik ging eigenlijk van geen wedstrijden direct eigenlijk naar Willem 2. Hé, hey, dat is faya. Ja. Ik heb dat meegemaakt, bro. Ja. Mensen onderschatten dat. Ja. Zij denken van, oké, okay, je traint toch met je fysio en je doet toch al mee, dan is het oké. Okay. Ja, oh, wedstrijden nee. zijn. Anders. Vester is anders en het is gewoon belangrijk om ook weer die feeling te krijgen. Ja, man. dat ja. is gewoon belangrijk. En uh, wat, wat ook lastig was in die periode, weet je, dat is gewoon uh, real talk. Mm -hmm. Weet je, Elise Autootje van Ajax. Mm -hmm. Mercedes. Weet je, Dan moet je ik kwam die loslaten. Daar aan en uh, ik was volgens mij. Weet je, een van de la laatste op een training. Yeah. Dus ik zette die auto neer op een plek wat nog vrij was. Yeah. Zonder bijbedoelingen, ik was yeah. op tijd, ik heb hem daar neergezet. Maar dan heb je dus een Mercedes. Andere jongens rijden een polo. Yeah, yeah, yeah. Een jonge jongen. En daar werd ik op aangesproken en daar werd ik voor mijn gevoel ook op aangekeken. Maar ja, jij kan he? daar niks aan doen, toch? Nou ja, ik, ik vond van niet. Of moet je die Mercedes inleveren en die polo gaan rijden? Ik weet het niet, maar ik heb wel het gevoel dat dat ook invloed heeft gehad op die periode. Want in je? welk jaar was je daar? Weet je dat nog? 2014 denk ik. Zo, 2014. Ja, ik was toen ook daar, hè? Willem twee. Ja, ik trainde toen mee en verkielde mijn conditie op bij het uh, okay. tweede elftal. Ja? Met uh, Larbi was er. Ja, ja. Dirk was daar uh, trainer, of niet? Uh, ja, Dirk? niet bij de trainingen, alleen bij nee, de wedstrijden. Nee, want hij was ook assistent bij het eerste. Jan, ja. Jan, Jan de Hoon of zoiets was de trainer. Frankie was er ook. Ja, de trainer. Ik zwaar onderschat. Ja, man. man. Hij kwam die training. Ik dacht van, hij is jong boy, ik moet ja. hem helpen. Ja, ja, ja. Hij moest mij helpen. <laughs> hij <laughs> maakte iedereen brokken. Ja, man. Iedereen. Ja. Maar ja, ik was daar in 2000. 14 man in februari tot en toen met. Toen was ik al. Nee, februari. Februari tot en met mei was ik daar. En toen ben ik naar Canada gegaan. Ik denk dat ik al weg was. Ja? Ik ben in januari weer terug naar Jong Ajax gegaan. Oké, okay. Joey Locatie zat er ook. Ja. Blackhawk Boy met Rasta. Ja, ja, ja. ja. Uh, Barry, Barry Jonessijn of zoiets, een linksback. Het was wel ja. een, leuke, nou, een leuke club gewoon ja, om te trainen. Ik ga je ook je? eerlijk zeggen, we hadden yeah. ook een leuk team. Ze deden het dat jaar heel goed. Boymans was er ook toen toch? Of niet? Nee, Armenteros was er toen ik er was. Okay. Misschien was het een jaar daarna. Misschien zat jij een jaar daarna of een jaar daarvoor. Ja, ja, zoiets. ja. Ik ja, ja, ja. ja, ja. vond het wel een leuke club hoor. Ja. Ja, ja, ja. ja maar hartstikke. Weet je, ik, uh, ik heb met drie Brabantse clubs gespeeld. Ja, weet je, man. en allemaal hebben ze hun, hun uh, charmes. Weet ja. je wel. En uh, Willem II ook. Maar oh, wel grappig. Yeah. Ik, ik was net al aan het denken toen we elkaar net al spraken van... Ja. We moeten elkaar ergens zijn tegengekomen. Ja, ja tegen precies gekomen. man. Miss misschien wel daar man. Ja. Het zou kunnen. Ja, ja. Maar uiteindelijk ja, liep het dan daar niet voor jou hoe het zou moeten? Uh, nee, nee. En dat dat dus ook weer, uh -huh. weet je, ik kwam terug van een blessure, uh, uh, had toch een beetje voor mijn gevoel um, een, een vooroordeel waar ik last van had. Uh -huh. En uh, uiteindelijk in januari uh, um, nou ja, belde Jaap Stam, wil je niet liever bij Jong Ajax je wedstrijden spelen? Ik kan wel wat ervaring gebruiken. En op dat moment zei ik van, ja, weet je, ik moet wedstrijden gaan spelen. Want ja. anders, anders duurt het te lang. En toen heb, heb ik het laatste half jaar weer bij Jong Ajax uh, gespeeld. En hoe ging dat? Um, ja, het was, was op de ene manier wel apart. Omdat het was alweer drie jaar na mijn debuut. Super. En dan zit je eigenlijk weer waar gek, je he? al bent geweest. Yeah, yeah, yeah. Um, Jaap Stam, wel echt een um, uh, uh, goede trainer. Weet je? Uh, ik kon het goed met hem vinden. Hij gaf me ook... Een uh, bepaalde verantwoordelijkheid, vertrouwen. Mm -hmm. Wat ik wel heel fijn vond. En uh, ja, die periode heb ik in ieder geval weer kunnen genieten van het spel. Ja. Weet je? En toch dichter op, bij huis natuurlijk. Toch op een bepaalde manier ook afscheid kunnen nemen van mijn hele periode bij Ajax. Mijn contract liep dan af. En dan kon ik toch nog, weet je wel, met wedstrijden ja. uh, die periode gewoon uh, afsluiten. En ook met oog op de toekomst natuurlijk, dat je wel in beeld bent. Want het is altijd beter als je van Ajax komt ja. dan van Willem II, hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dus als ze tuurlijk. zien van laatste wedstrijden voor Ajax. Ook al is dat jong Ajax. Maakt niet uit. Als ze zien Ajax staan ja. in het buitenland. Ja. Dan weten ze gelijk van. Ai. Bingo. Ja. Laten ja. we die man nemen. Ja. Aan de andere kant. Als je verhuurd wordt. Mm -hmm. Naar een lagere club. Ja. En je redt het daar niet. Dat is kloten man. is vijf. Dat is Snap echt, je? Ja, het, is... Moet, het moet een voltreffer zijn. Ja, je, als ja, je ja, wordt ja. verhuurd. Ja. Dat zie je met zoveel boys. Weet je wel, die worden dan verhuurd. Komt toch een andere omgeving. Hoger niveau. Misschien met de eredivisie. Maar je moet direct uitblinken. Want je wil weer terug naar Ajax. Weet je wat ook het lastige is, wat mensen onderschatten? Jeugdvoetbal en seniorenvoetbal zijn ja. twee verschillende dingen, bro. Het ja, ja. zijn echt. kijk, ik heb geluk gehad dat toen ja. ik 16 was, speelde ik al bij het tweede van Dordrecht. Ja. Weet je, trainde ik al mee met het eerste. Ja. Dus dat was voor mij. Ik kon, kon Avena, al winnen, weet ja, je. Ja, en ik speelde ja. al heel mijn leven met oudere jongens. Maar ja. ik merkte bij heel veel boys ja. die bijvoorbeeld echt tranger waren in de A1, B1. Ja. Ze gaan naar het tweede of naar het eerste en het lukt niet, man. Nee, man. Het lukt niet. Ja. Het is gewoon een hele andere switch. Het is gewoon anders, man. Ja, maar Snap ook, qua, Misschien qua discipline, ja, zeker. Met een beetje meer pressure, fysiek. Mm -hmm. Moet je natuurlijk ook aanpassen, altijd. Dus ja, ik denk ja, sowieso met je eens, man. Ja, want, oké, okay, Jong Ajax komt dan ten einde. Ajax komt ten einde. Ja. Het zou wel pijn hebben gedaan, het is altijd lastig. Ja. Je zat toen volgens mij bij Mino Raiola, hè? Ja, en dan klopt. vertrek je naar Italië, wat ja. een logische stap is als je bij hem zit. Ja. Dus dat is te begrijpen. Ja. Dan ga je naar Kiev, was het hè? Ja. Hoe was dat voor jou? Je eerste buitenlandse avontuur? Ja, nou ja, we hadden het erover dat ja. jij al best wel in Zo. best wel veel landen hebt gespeeld. Ja, met alleen dus... maar stress hè, trouwens. Ja. <laughs> nou ja, Geen dat... goede dingen. <laughs> nee, precies. Ja. Maar ik denk dat uiteindelijk, weet je, ik kom ook uit een hecht gezin. Mm -hmm. Je gaat toch naar het buitenland. Ja. Uh, dus het is al een avontuur. Ja. Um, maar goed, ik, 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 op zich was ik op dat moment wel redelijk zelfstandig. Dus ik keek er wel naar uit. Snap okay. je? Ik had wel het gevoel van, deze uitdaging. Ja. Weet je, ik, ik ga sowieso overleven. Tuurlijk. Ik ga sowieso overleven. Um, maar ik kwam toch in een wereld terecht die anders was wat ik gewend was. En ik dan ben in ik... Italië geweest, bro. Ja. Derde league. Ja. Serie C. Was anders, man, bro. Ja. Ik is... was na één dag al weg. Ja. Yeah. Bro... Het was echt en uh, ik ben op dat moment uh, eerst heb ik daar nog een hele tijd mee getraind. Uh -huh. uh, toen uiteindelijk overtuigd, weet je, zag kwaliteit, heb ik een aanbieding gehad en uh, ook Italiaans in januari weer met in mijn achterhoofd: ik moet weer minuten gaan maken, want anders sta ik te lang stil. Uh -huh. Was helemaal januari van: oké, okay, weet je, we gaan je verhuren. Dus wij waren, ik was eerst van, nou ja, verhuur me dan maar naar Nederland. Kan ja. ik weer mijn menu te maken ja, ja. in een bekende omgeving. Nee, we willen graag dat je in Italië blijft. Ja, zo zijn hè. We willen dat je bent, weet je, een we ja. Italiaans voetbal. Oké, okay, prima, maar dan moeten jullie een club voor me vinden, snap je? Ja. En uiteindelijk 29 januari ongeveer ik zeiden ze, dat, ze van, bro. hup, je mag op de trein naar Rome en we hebben daar een club voor je gevonden. En mijn mindset was van, waar je me ook naartoe stuurt, ik ga overleven. Ik ga laten zien dat ik deze periode doorkom. Want bewijsdrang, hè? Bewijsdrang, maar aan het einde, weet je, ga, ga, ik, uh, uh, ga ik mijn doel bereiken. Ja. En mijn doel was serie A bij hun. Tuurlijk. Snap je? Dus ik dacht, laat maar maar, ik ga daar vier maanden, ga ik ga ik uh, bikkelen. Ja. En dan kom ik terug. Maar ik kwam daar in een situatie terecht. Weet je, met, met het verleden in je achterhoofd, mm -hmm. bij een Serie C, C club. Oh, zo. Serie C, -c, C club. Bro, ja, yeah. um, trainingsveld, bro. Ja, zijn niet goed daar. Nog nooit meegemaakt. Nee, accommodaties zijn echt... Nog uh, nooit meegemaakt. Ja, ja. Drie trainers in drie maanden. Dus zeg maar, twee so. trainers ontslagen. En uh, de tweede trainer was de oom van een speler. Ja, dat is al klaar. Man. Weet je wel, en dat groepje, weet je, die Matties, die speelde. Ja, die boys. Dus ik kwam in een yeah. wereld terecht waar ik gewoon. Um, ja, ik wilde heel graag overleven, maar op een gegeven moment wist ik niet meer hoe. Weet je wel, hoe ga, je, hoe ga ik deze periode doorkomen? Want er zijn zoveel invloeden, factoren waar ik helemaal geen invloed op heb. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk, uh, en, en mijn vader kwam op bezoek, een weekend. En uh, nah, ik, zat, ik zat op de bank. Ik speelde niet. Naar huis. Uh, want ik, zat, ik woonde met twee jongens samen. Ja, ik, had niet, ik had niet eens mijn eigen kamer. Yes. Ik oh, woonde op een soort van overloop. Of, uh, of ik sliep op een soort van overloop. Op een matras. Oh, dat is lijp, man. En dat weet niemand, hè? En nee, maar daarom, yeah. weet je. Ze denken het gaat allemaal sweetie eraan toe, daar. Ja. Broer, yeah. Maar ik, weet je, dat is gewoon... Um, weet je, dat is ook een verhaal dat... Weet je, in principe mensen die close... Bij me waren die vertel je dit soort tuurlijk, dingen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. En um, uiteindelijk was mijn vader op bezoek. Weet je? Die liet ik dan zeg, maar gewoon slapen. Ik sliep op de grond. En die jongen komt thuis, huisgenoot, ja. en die nam een meisje mee. Geen respect eigenlijk. Hè, maar je die sliep in de kamer daarnaast. Ja. En ja, wat ga je doen? Dus heb je dom op, dat moment, <laughs> op dat moment brak ik. Ja. Want ik ben trots. Uh -huh. En mijn vader was er. En uh, weet je, hij moest, daar, hij moest dat horen. En ik dacht van nee man, dit, dit, dit kan gewoon niet. En vergis je niet, hij ziet jou ook op de grond slapen. Hè? Ja, maar ja. ik dacht van dit kan niet. En ik brak. Ja, en op dat leuk. moment heb ik besloten, ik ben de volgende dag naar Nederland gevlogen uh -huh. en ik heb die hele situatie achter me gelaten. Okay. Maar Dat was ook moeilijk, want. Wat ik tegen je zei, ik ben geen opgever. Nee, precies. Man. Dus ik dacht, ik blijf gewoon sterk. Maar op dat moment moest ik, het, ja, moest ik het laten. En dat is voor mij, weet je, mensen die me kennen, die, die, die kennen dit verhaal niet. Um, um, ook vrienden. Mm -hmm. Alleen het is voor mij wel, weet je, uiteindelijk dat soort momenten. Zorgen, wat, ja, je hebt er net, we hebben het net over RKC gehad. Ja. Weet je, als, als er iets goeds gebeurt, ja, dan ben ik gewoon dankbaar. Snap je, want ik weet hoe, hoe het ook kan zijn. Ja, 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 dus je hebt wel echt uh, de put gezien. Ja, wat je en, niet en zou denken hè? drie jaar na Champions League. Ja, want je zou niet denken, kijk, als je kijkt naar mijn carrière, zou je ja. wel denken van die shit kan gebeuren. Maar ja. als je kijkt naar jou bijvoorbeeld, ja. jongen van Ajax, ja. jongen met talent, ja. jeugdelftal van het Nederlands elftal gehaald. Mm. Champions League gespeeld. Je ja. zou niet denken dat je ergens bij een Serie C-club op de grond slaapt, man. Nee, en, de, en, en ook nog dat tijdsbestek. is fire, man. Weet Ga, je? In een te korte tijd. Want je man. moet je ook voorstellen, ik speel dan bij die Serie C-club. Weet je, en ik probeerde heel erg, maar ik deed heel erg mijn best om Italiaans te leren. Moet daar, hè? Ja, natuurlijk. Om mee te komen. Ja, ja, moet. Moet. Maar dan eet je samen. En op een gegeven moment gaan die boys ook googelen. Weet je, waar heeft hij gespeeld? Tuurlijk. Nederlandse jongen, wat komt hij ja. doen? Hè? Champions League gespeeld. Wat uh -huh. komt hij doen? Ja, precies. <laughs> weet je wel? Ja. En um, ja, weet je, ik, ik heb daar wel. Um, en uh, uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk. Want dat is wat ik net tegen je zeg, je maakt zelf je keuzes. Uh -huh. En ik hou dus niemand behalve mezelf verantwoordelijk voor wat ik daar um, heb meegemaakt. Maar het was wel. Weet je, het heeft me wel gevormd. Het heeft me wel gevormd. Het kon je ook breken, hè? Gewoon breken in de zin van, je stopt ermee. Dat zie je ook bij heel veel jongens, ja. die dan echt ja. heel hoog scoren eerst ja. en dan moeten ze opeens lager gaan spelen en dan denken ze van, hé, hey, dit ja. is niks voor mij man en ja. ik denk niet dat ik daar ooit nog kan komen. Ja. Dan stoppen ze gewoon. Ja. Dat, dat is zonde en het is ja. goed dat jij wel doorgaat man. ben ik wel benieuwd, want je bent dertig. Mm -hmm. Maar je, je speelt nu niet meer? Ik moest gedwongen stoppen door okay, mijn knie, okay, okay, okay. Ik heb vier operaties gehad en ja. de laatste operatie was uh, dat ze een tumor moesten verwijderen, ja. weet je. En ik heb mijn kruismat ook afgescheurd, meniscus gescheurd, ja. allemaal aan dezelfde knie. Ja. Bij mij was het gewoon een teken van, hé, hey, mijn man, stop. stop. het ja. was leuk, ja. je hebt een beetje money kunnen maken, je hebt ook heel moeilijk. veel land. Ja. Kijk, het was, oké, okay, dit klinkt heel gek. Ik kan niet meer voetballen, er zit nee. constant vocht in mijn knie. Okay, ja. Toch heb ik in mijn hoofd dat het nog goed komt. <laughs> ja. Terwijl ik al drie jaar ben gestopt. Ja, man. Dus eigenlijk heb ik, heb, ik nog, heb ik het nog niet geaccepteerd nee. dat het echt volledig klaar is. Want ja. de rest van mijn lichaam werkt gewoon mee. Ja. Ik ben niet dik geworden of zoiets. Nee, weet je? Nee, 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 precies. Dus ja. tuurlijk, het, 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 het is en was wel moeilijk als je steeds moet zeggen van, ja ik ben gestopt man. Ja. Snap je? Ja. Ja. Maar aan de andere kant, ja, het klinkt maar heel erg Maar het is gek. altijd onze passie geweest, snap ja, je? Dus en het is normaal, als het zo'n belangrijk deel van je leven is. Het lijkt gewoon volgend jaar kan ik weer gewoon gaan ballen. Ja. <laughs> dat het niet gaat lukken, bro. Ja. Snap ja. je? Ja. Dus het, voor mij is het dan, ja, ik moest dan wel gedwongen stoppen. Ja. Als het niet was gebeurd, dan was nee. ik waarschijnlijk nu nog steeds aan het klooien ergens om een club ja. te krijgen. Wat begrijpelijk is. Ja. Maar kijk je daar dan wel naar van, ik heb verschillende landen gezien, ik heb hem mogen spelen. Uh, kijk je een beetje met. Een zuur gevoel naar Kijk, het hoe is, het is gelopen. Of... Het is zuur afgelopen bij mij. Omdat okay. um, zeg maar, bij mijn laatste kans om een contract te tekenen ja. ben ik geblesseerd geraakt. Okay, ja. um, uh, Toronto belde mij, Toronto FC MLS. Ja. Ja. Ze kenden mij nog van mijn periode uit Canada. Ik ja. speelde daar op een lager niveau, maar ik was beste speler geworden, et cetera. Ja. Ja. Ze belden mij op en ze zeiden: van, hey, We gaan een tweede elftal beginnen. Net als jong Ajax. Ja. Begin daar. Ja. En dan ga je langzamerhand gewoon ja. naar de eerste en endkill. Ja. Altijd doorspeelde daar. Ja, man. Uh, van Ik de Wiel was het jaar daarvoor. Ja. Michael Bradley, Gio Finco, ze waren ja. allemaal ja, daar. Ja, man, dat is een grote club. En het contract stond al klaar. Ja. Ze zeiden: van, Hey, kom hier naartoe. Ja. We gaan even kijken of, of je wel past in dat jong team. Ja. Want ja, je bent al wat ouder, je bent al 26. Ja. Nu. Kijk of je wel met die young boys om kan gaan. Maar je gaat gewoon tekenen, ja. snap je? Ja. Maar ik ging al met een blessure daar naartoe. Okay. Mijn knie was al niet goed. Dus nee. eigenlijk probeer ik die mannen te finessen. Ja. Hey, luister, <laughs> ik teken en dan ga ik gewoon daar ja, naar Ja, Eigen fout en het is op me teruggekomen. Ja. Uiteindelijk ben ik daar naartoe gegaan. Ja. rotlijnen gehad. Ja. Lekker meegetraind. Alles ging prima. Maar opeens de tweede training uh, explodeerde ja. die knieman. En toen ja. zei die trainer ook van mij: van, Kijk, eigenlijk wil ik je signen nu. Gewoon. Ja. Maakt niet uit wat ja. er gebeurt. Maar de general manager zegt van, hé, hey, het is gewoon een te groot risico. Want ja. stel, hij speelt een jaar niet. Ja. Weet je? Ja. En, 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 ja, en, Zit alleen op kosten. Snap je? Ja. En, en toen stopt het. En dat deed pijn, man. Want ja. in die periodes haalden ze elke keer de finale van de MLS en zo. Ja, weet je, man. Het dus is echt... Uh... Voor mij was het echt een kans van, ah, ja. nu kan ik gewoon rustig naar daar gaan. En ik hou van Canada. Ik, ja. ik heb er zelf ook daarvoor al gewoond. Ja. Dus dat was voor mij was het lastig. Ja, precies. Weet ja. je? Ja. Maar misschien verdiende ik die kans ook niet, want ik ging met een fokkel kunnen Nee, man, daar. ik denk niet dat je er zo naar moet kijken. Klop, Kijk, tuurlijk klop. moet je wel altijd denken van, tenminste, denk ik van, sommige dingen zijn voor jou weggelegd. Ja. En misschien was dit niet voor jou weggelegd. Alleen ik denk niet per se dat je, ja, jezelf daarvoor kan blamen. Ja, ja, het, het blijft een lastig verhaal. En ja. het, ik moet je eerlijk zeggen, nu we het erover hebben, het doet me toch nog wel pijn, hoor. Ja. Ik voel het nog wel, hoor. Want ja. Ik had mijn hele leven kunnen veranderen. Ja. Ik had daar kunnen gaan wonen. Ik had misschien, weet je, een green card kunnen aanvragen. Ik wilde daar ook heel graag blijven. Ja. Snap je? Ja. Uh, mijn vrouw wilde ook met mij samen die kant op gaan. We ja. hadden nog geen kinderen, nee, weet je? Nee, dus je had die vrijheid. Dus we hadden die vrijheid. En uh, het was voor mij ook een beetje de laatste kans... om echt in het buitenland wel succesvol te zijn. Maar ja. ik wilde daar ook gewoon voor een langere periode blijven. Ja, precies. Het leven beviel ja, je, precies. zeg maar. Ja, precies. Ik wou trainer daar worden, et cetera. Ja. En als het dan opeens zo stopt... Ja, ja man. En dan, moet dan moet je schakelen. Hoe lang, hoe lang heb je ervoor nodig gehad om... Uiteindelijk het te verwerken. So, kijk, weet je wat het is? Toen ik daar wegging, heb ik toch nog twee jaar lang geprobeerd om fit te worden. Oké. Okay, ja. Maar ik merkte gewoon: met een operatie ging het niet. Nee. Uh, met gewoon fysiotherapie ging het niet. Nee, na, na twee, tweeënhalf jaar merkte ik gewoon: van, hé hey, bro, het lukt niet meer. Nee, precies, precies. En wat ja. nu? Ja. Snap je? Ja. En, en dan moet je verder gaan Accepteren, kijken. Accepteren, ja. Snap je? Ja. Moeilijkste wat er is, man. Ja. Zoals ik al zei, die acceptatie is er misschien nog niet, want ik ben er nog niet helemaal mee bezig. Nee. Maar ja, ik nee. weet wel van mezelf van, hé, hey, het is klaar. Bro. Ja. Weet je, maar voor jou ja. niet. Nee. Je bent jong. <laughs> ja. In ja. principe, bro. Ja. 26, toch? Ja, 26. Is ja. jong, ja. weet je. Ja. Je bent dan naar Italië, ben je weer naar Nederland gegaan? Ben ik naar Nederland? Dat was ook wel weer een... een naar Nak uh, hè? Bij Nak. ja. Ja. Hele mooie tijd gehad. Grote club, club ook, hoor. grote club. Ik liep daar stage toen ik 15 was. Oké, okay, ja. Ik ja. wilde me niet hebben toen ik iedereen brokkel maakte. <laughs> maar ja, ik zal ze een andere keer bellen. <laughs> nee, maar nak ja. Um, ja. Contact in Italië gehouden met die, die technisch directeur van NAC mm -hmm. op dat moment. Ja. En uh, ja, op het moment dat ik terugkwam, ja, wat, wat is er mogelijk? Ja, dat is ook moeilijk. Hè? je hebt een lang uit een jaar niet van Italië. Dat jaar daarvoor. Blessures. Veel te weinig. Voor voetbal is mijn passie. Maar mm -hmm. als ik kijk naar het aantal wedstrijden, heb ik heel veel voetbal moeten missen. Om verschillende eh, redenen. Ja. Um, je mag meetrainen. Dat is ook lastig hoor. Moet je weer je best doen. Drie, vier jaar geleden. Ja. Steeds in het achterhoofd, hè? drie, vier jaar geleden, Champions League. Ja, je mag meetrainen. Dus ik. Weet je, ik heb het met mijn ouders erover gehad en daar heb ik ook weer een les geleerd van, weet je, uh, um, je moet altijd kiezen voor groei boven trots. Ja, maar is ik moeilijk man. Ik had op dat moment kunnen yeah. kiezen voor, nou, ik ben te trots voor dit man. Yeah. Ik ga hier geen stage lopen. Ik zie andere boys hebben al twee, driejarige contracten ja, getekend. Um, um, met alle respect, mm -hmm. weet je wel? En ik moet hier gaan bikkelen. Um, maar ja, die les heb ik geleerd en uiteindelijk heeft het me uh, uh, 2,5 jaar hele mooie jaren opgeleverd. Goed gespeeld ook, man. Snap je? Ja. Ik, ik heb twee, ik denk, nou ja, anderhalve week meegetraind. Drie uh, driejarig contract aangeboden gekregen. En um, eerste jaar, dat was ook, weet je, ik kon niet veel eisen. Ik kom uit een jaar waar ik niks heb gespeeld. Dus ja. ook financieel moest ik weer onderaan beginnen. Is ook taai hoor. En uh, weet je, uiteindelijk was het van, weet je, hoe meer wedstrijden jij speelt, als je gewoon laat zien dat je er weer bent, hoe meer, dan uiteindelijk ga je daarna weer naar een normaal niveau toe groeien. En uiteindelijk dat eerste seizoen speelde ik 35, 36 wedstrijden. Ik kan me nog herinneren. We man. promoveerden. Ja. En... Uh, Brabantsfeest. En Brabantsfeest, ja. nou die filmpjes staan <laughs> nog op mijn telefoon. Bro, niet normaal, ja, 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 niet normaal. Ja, ja. En ook uh, die play-offs, 20.000, 19.000 mensen. Geweldig Echt. man. Uh, hoogtepunten mm -hmm. in mijn carrière. Echt hoogtepunten. En uh, uiteindelijk, ja, eredivisie. En, en toen was ik weer op een niveau dat ik dacht van... Oké, okay, nu heb ik weer het gevoel dat ik ergens ben. Waar ik... Uh, hoort te zijn. Waar ik hoort te zijn. Waar ik, ja. me, waar, ik, waar ik tevreden over ben ook. Mm -hmm. En uh, ja, dat was wel weer echt een moment waarvan ik zeg van... Ja, daar heb ik wel van genoten ook. Weet je wel? Ik heb toen ook gezegd van... Ik ben nu weer... Op een, op, een, op een plek, ik ga hier wel van genieten. Ja, tuurlijk. En snap het was je? ook verdiend, hè? Kijk, ja. je hebt ook gewoon goed gespeeld. En je hebt het talent. Ja. Je hebt het ook al eerder laten zien. Ja. Dus eigenlijk had dat al misschien veel eerder moeten gebeuren. Maar ja, ja. iedereen bewandelt zijn eigen pad. Sowieso, snap Sowieso. je Sowieso. Sowieso. Want hoe lang heb je daar uiteindelijk gespeeld? Ik tekende drie jaar. En uh -huh. ik heb uiteindelijk, ik zeg tweeënhalf jaar, zei ik net. Uh -huh. Omdat ik, uh, nou ja, tweeënhalf jaar veel gespeeld. Zeker. Eigenlijk bijna altijd basisspeler. En ik dacht van, nou ja, je contract loopt af, goede situatie. Mm -hmm. Goede situatie. Ik speel, Zeker. ik speel, contract loopt af, dus ik ga straks een mooie stap maken. Ik ga Overal naartoe? Ik ga kijken waar ik naartoe kan. Tekengeld, geld um, klemmen kan ook. Teken nog. Geld. Yeah. Weet je, dus ik, ik had echt het gevoel van, ik heb keihard gebikkeld om mezelf weer in een goede situatie te, te, te spelen. Mm -hmm. En uh, in december uh, schudde ik mijn gillespets af. En uh, weet je, dan kan je zeggen blessuregevoelig. Maar op dat punt had ik weer 2,5 jaar gewoon gespeeld. Ja, maar dingen weet kunnen je, ook gewoon veel gebeuren. Veel wedstrijden he? gespeeld. Yeah. Uh, op dat moment, weet je, ik heb drie grote blessures gehad. Waarvan die twee dicht bij elkaar. En voor de rest ben ik gewoon fit geweest. Mm -hmm. Dus het zijn altijd, altijd meerdere factoren geweest. Ja. Yeah. Maar uh, ja, en, en die Achillespees. Dat is een vrije blessure. Dat over een aantal momenten die uh, breken. Mm -hmm. Dat was dat moment in Italië yeah. met mijn vader. En die space was ook. Um, nou ja, yeah. je hebt Jeffrey ontmoet. Ja. Yeah. Ik heb Jeffrey huilend opgebeld van. Ik weet het niet meer, ja, man. Wat nu? Ik wat weet nu? het niet meer, man. Yeah. <laughs> ik weet het echt niet. En, en waarom toen, ik? Ja, maar toen ja, weet je, ik kan nu wel stoer doen. Van, ik heb heel snel die knop omgedraaid. Maar um, ja, het was moeilijk was echt, echt, echt moeilijk. Vooral ook na zo'n periode, hè, van weer ja. lekker veel spelen. Ja, en... eredivisie. Eredivisie. Je bent ook kampioen geworden. Ja, en, en je gaf, ik gaf mezelf weer de kans om vooruit te kijken. Ja. Weet je, om te denken van, hé, hey, misschien zijn er wel mooie dingen in het verschiet. En, uh, weet je, daar gaf ik mezelf dan ook van, ik, ik, ik leef in het moment een hele periode. Dat mm -hmm. was voor het eerst weer dat ik dacht van, ik ga weer even vooruit kijken. Ja, precies. Wat wil ik? Ja. Weet je wel? Wat kan nog? Wat kan nog? Ja. En toen dacht ik van, waarom deed ik dat? Waarom bleef ik niet gewoon in die mindset van... is mens eigen, man. Weet broer. je? Ja. ja. Je doet het ook goed. Dan mag je ook vooruit kijken. Ja. En je moet ook vaak vooruit plannen. Want dadelijk komt die kans echt. Dan moet je ook weten wat Ready je wil, zijn, wat je wilt. Ja, Snap zeker. Je? Zeker. Zeker. Want ben je dus zeg dat... maar... Je raakt geblesseerd. Volgens mij staat op een agilis blessure -plus, zes maanden, of zoiets. Zes tot negen zes maanden. Ne Kruis, Zelfs kruisband. Mm. Ja. liep je contract daarna af? Ja. En hij werd daarna dus gewoon niet verloopt. nee. Dus dat was ook um... is wel raar hoor, bro. Als je het goed doet, ze moeten je dan wel eventjes, je weet toch. Ja. Het zijn nadelen van is... nak hoor, maar nee. Ja, nee, tuurlijk. Ik heb daar ook wel mijn mening over gehad. Ja. Weet je, ze degradeerden natuurlijk uiteindelijk dat ja. seizoen. Um, was voor mij ook raar, want ik heb dat, die hele tweede seizoen zelf ben ik er niet bij geweest. Dan ben jij niet gedegradeerd? Nou ja, maar op dat moment had ik wel yeah. iets opgebouwd. Yeah. Weet je, qua gevoel voor nak. Yeah, precies. Dat ik voelde die degradatie wel echt. Mm. Snap je, ik voelde het echt. En alleen, nou ja, wat jij zegt, en dan praat je weer gewoon over de voetbalwereld. Yeah. Ik had ook een hele tijd van, nou, ze zullen me, ook al is het een klein contractje, yeah, verlengen ze man. één yeah. jaar. Weet je, en, en ik heb gebikkeld altijd, ik heb altijd mijn best gedaan. Dus ik heb gepresteerd. Je dus dat, dat groeien, komt wel. Ja, ja. Maar ja, dan leer je dat... Ain't no love, weet je. Ain't no love, <laughs> bie. <Hey, laughs> ja. bro. En, en ik moet je zeggen, misschien moest ik dat ook leren. Ja. Misschien moest ik dat ja. leren. Maar je moet ik, het ooit leren, hè. Ik ben de, ik ben de gevoelige jongen, weet je. Ja. Ik wil, ik wil uh, weet je, netjes zijn. Ja. Weet je? Ik wil, Mensen helpen. Mensen helpen. Ja. Maar in, in, in sommige werelden werkt dat niet. Ja. Is het ja, gewoon nasty, is gewoon een nasty hoor. Het is gewoon wel nasty. Weet je, en, en ook weer wat ik net al tegen je zei: je bepaalt zelf hoe je ernaar kijkt. Ja, ja, ja. En ja, ik zeker. kijk nog wat ik zeg: ik heb die filmpjes van de promotie nog op mijn telefoon. Ik kies er gewoon voor om te zeggen: ik heb een mooie tijd gehad. Ja, en niemand pakt dat meer van je af, hè? Weet je? Niemand, niemand. Ook al, ook al is het heel wrang hoe het is geëindigd, mm -hmm. weet je, dat is, uh, dat is waar, ja, waar ik voor het... kies om er op die manier naar te kijken. Ja, want kijk, je. Je zit hier natuurlijk ook als Fabian de ondernemer. Hè? Ja. En um, ik heb altijd respect voor side-hustles ja. van iedereen. Maakt ja. niet uit wat je doet. Al werk je bij de Albert Heijn, al ben je voetballer. Ja. Wat ik vaak wel merk is bij voetballers als ze een side-hustle hebben, ja. zei ik je net ook al. Ja. Lijkt het vaak gewoon niet echt te lukken of zoiets. Okay, maar ja. bij jou, ja. ik weet niet wat het is, ja. maar je bent in trek man. Nee, ja. nee, nee, het, het, het klinkt wat <laughs> maar je bent in trek. Ja. Kijk, tuurlijk, je hebt de Ajax-verleden. Ja. Uh, je hebt je connecties natuurlijk. Ja. Veel van de jongens met wie je hebt gespeeld zijn natuurlijk grote spelers nu. Ja. Maar vertel mij meer over Amplify, als ik ja. het goed uitspreek. Ja. Vertel mij meer, hoe is dat tot stand gekomen, man? Ja, nou ja, we hebben het net natuurlijk een beetje over het voetbal mm -hmm. gehad. Ja. En voetbal was altijd uh, centraal, altijd. Ja. Is het nog steeds. Moet ook. Maar er was geen tijd voor andere dingen. Weet je, nog eens wat ik zei: ik, weet je, ik, leefde, ik leef echt voor het voetbal. Maar op een bepaald punt heb ik gezegd: van. Maar ik, ben, ik, ik kan meer dan dat zijn. Weet je, ook een beetje uit, natuurlijk. Uh, um, uh, ja, hoe zeg je dat? Omdat het in mijn carrière niet liep zoals ik hoopte. Ja. Dus daar kwam dat gevoel natuurlijk ook vandaan. Een andere soort bewijsdrang. Ja, maar, van, maar daarnaast had ik ook een gevoel van... Ja, ik kan mezelf wel een, een limit geven van... Ik ben een voetballer, dat is mijn titel. Dat is het enige wat ik ben. Of ik kan zeggen, ik ben meer dan dat. Maar dat is wat ook vaak de mensen willen, hè? Ja. Dus de media cetera. Ja, tuurlijk. Ze, Ze willen, willen dat je al, alleen maar voetballen, ja. gaat niks ernaast doen. Nee. En ik moet je zeggen, het is ook wel als ik er nu over terugdenk, want ik denk daar wel vaak over terug. Ik ben wel altijd uh, anders geweest, weet je. Ik, ik wilde iedereen tattoos, mm -hmm. Geef tattoos. Ik heb ook geen tattoos. Weet man. je wel? Yeah. Maar ik ben uh, gewoon bang, moet je eerlijk zeggen. Weet je, als je net vrouwen ja. vreemd gaan stoer? Nee, mm -hmm. dan wil ik niet vreemd gaan, man. Mm -hmm. Dan is het niet voor mij. Mm -hmm. okay, o, okay. Gewoon dat soort, yeah. dat soort die mindset. Je die moet anders zijn. En op een gegeven moment kwam die mindset van. Uh, uh, je kan alleen voetballen, ik ga laten zien dat je kan voetballen en ondernemen. Hmm. En dat was een motivatie voor mij. Oké, okay. en, en wanneer kwam die motivatie? In Italië, man. Oké. Okay. Je, je bent alleen, ja. uh, Mark Klok is mijn partner, yes. uh, heeft dezelfde soort drive, weet je, daarom, daarom klikt het op dat gebied wel zeker. Uh, zat op dat moment ook niet, in, nou ja, je hebt in Bulgarije gespeeld. Ja, ja, ja. Um, hij heeft toen ook in Bulgarije een goede tijd gehad, maar had daarna een aantal jaren waar voetbal ook gewoon niet ging zoals hij hoopte. Mm -hmm. En toen zijn we eigenlijk samen uh, gaan brainstormen: wat kunnen we doen? Ja. Weet je, wat, Eerst hadden we nog een idee met kleding. Dat heeft iedereen. Dat heeft iedereen. Elke voetballer wil kleding. Alleen voetbal was nog steeds mijn ding. Ja. Weet je wel? Dus ik wilde ook niks doen. Um, wat niet in het straatje van topsport of voetbal kwam. Hmm. En, en dit idee paste. Want wie gaat mij zeggen dat ik niet met voetbal bezig ben... als je kijkt naar mijn onderneming? Hey. Niemand kan dat zeggen, bro. Niemand gaat het zeggen. Niemand. Die producten, ik heb ze ja. thuis allemaal liggen. Weet ja. je? Het heeft mij uh, op geen enkele manier uh, ervan weerhouden... om niet vol met voetbal, om mijn om voetbal te richten. Ja. En ik geloof ook van, er zijn veel uren op een dag... Ja, zeker. En zeker voor een voetballer. man. Het klinkt, het klinkt gewoon, weet je, als ik het zo zeg, dat je denkt van, ja, iedereen weet hoeveel uren op een dag zijn. Weet je wel? Ja. Maar er zijn veel uren op een ja, dag. Ja, we halen er gewoon te weinig uit, man. Zeker je als dat? voetballer ook, hè? Als je ja. om twee uur thuis bent. Ja. Je kan de hele dag en de hele avond. Ja. Ja. Maar toevallig, ik, ik weet niet meer wie dit was, die had de app op, uh, op haar telefoon. Mm -hmm. Dat je precies kan zien hoe lang je bezig bent met je telefoon. Zo. So. Als je daar steeds twee uur vandaan haalt, want meestal zijn het een hoop uren, dus, ja, ja, ja. dan heb je twee uur om dingen ah, voor te bereiden, aan jezelf te werken. Rijden, ja, jezelf ja. Te werken. En, um, weet je, uiteindelijk uh, is Amplify daar, daar vandaan gekomen. En eerst was het, weet je zegt net, side hustle. Yeah. Weet je, het was echt, weet je, we waren een beetje hier en daar aan het mm -hmm. kijken: wat, hoe, hoe moeten we dit vormgeven? zijn ook vaak genoeg afgewezen. Weet je, twee broekjes, ja, wij, wij laten jou niet ons product verkopen. We geloven mm. daar niet in. Ja. En nu, ja, eh, mijn LinkedIn, mijn, alles staat vol. Want kunnen mooi, jullie toch? ons product verkopen? Ja. Weet je, en dat, dat, dat is ook wel het mooie ervan. Weet je, iedereen heeft het altijd over. Uh, nou ja, een paar weken geleden waren we behoorlijk in het nieuws. Zeker. We zijn al vier jaar bezig. Okay. Vier jaar okay. hebben we achter de schermen eigenlijk gebikkeld. Dus het lijkt, het lijkt zeg maar of het allemaal heel snel is gegaan. Precies. Maar het heeft echt een aanleg gehad. Echt, echt. En uh, weet je, dat... Ja, dat, dat is ook gewoon wel iets. Ik, ik kon daar echt om lachen. Yeah, yeah, en die precies. mensen naar me toe kwamen: hey, ik wist niet Amplify, maar leuk yeah. dat je bent gestart. Tuurlijk. Ik ben vier jaar geleden <laughs> gestart, Brada. Ik ben niet, ik yeah, ben niet yeah, twee weken geleden yeah. gestart. Yeah, 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 yeah. En ik heb ook moeten, weet je, ik heb er echt aan moeten werken. Ja. Yeah. Weet je, om uiteindelijk nu wel iets moois te hebben. Want in principe hebben jullie dan uh, leveranciers, ja. merken. Ja. En jullie verkopen dan zeg maar voor hun. Ja. Wij zijn, ze zien in ons zeg maar een meerwaarde, ja. omdat wij midden in die wereld zitten. We hebben ons netwerk, uh, we zijn zelf mm -hmm, topsporters, voetballers, ja. uh, dus wij kunnen uit ervaring um, um, praten. En uiteindelijk zie je gewoon, weet je, de voetbalwereld is een wereldje, weet je, ons kent ons. Ja man, echt. En ik moet je zeggen, ik zeg altijd vriendelijkheid komt altijd bij je terug. Mm -hmm. En ik ben altijd vriendelijk geweest tegen wie dan ook. En als ik nu zie, weet je, boys die <laughs> grote manieren zijn geworden, ja. Ja, die onthouden dat. Weet je, die denken van, hé, hey, weet je, deze jongen ken ik nog. Normale jongen, goede jongen, ik ga het bij hem kopen. Ja. En uiteindelijk helpt dat gewoon enorm. Wat, wat is het nou precies wat jullie verkopen? Want ik, ik zie het als herstelproducten. Ja. Dus ik zat die beneden. Ja, zetten, ja, en, 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 ja, 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 ja. Ik zeg, dat jullie laatste soort van bouw hadden. Of sorry, of ja, ja klopt flow ja dus in principe zijn het gewoon herstelproducten voor topsporters hè ja, ja maar in principe um, zo hebben we elk jaar eigenlijk ervoor gekozen om op een, bepaalde, op een bepaald vlak zeg maar energie erin te steken ja. nou, het eerste jaar was assortiment uh -huh. welke producten wil je verkopen welke producten geloof je ook in ja. Um, daarna hebben we uh, echt best wel veel geld en tijd gestoken in, in marketing. Dat is heel belangrijk, wat heel veel mensen niet weten. Nee, precies. En nu zijn we eigenlijk op een moment gekomen dat we zijn aan het kijken zijn naar de, uh, meerdere doelgroepen. Voetballers is, weet je, is, is klein. Ja. Weet je, als, je, als je groot wil zijn, als je uh, leverancier uh, wil doorgroeien, ja, dan moet je doelgroep groter zijn. Dus, op dat gebied zijn we nu wel aan het kijken van, oké, okay, um, gisteren zat ik bij een gym die veel vechtsporters in zijn gym heeft. Nou okay. ja, daar heb ik mijn netwerk niet. Nee, precies. Waar waren <laughs> we gebleven? Je was bij een gym, hè? Uh, je was laatst bij een gym voor je uh, om doelgroep ja, uh, je doelgroep te verbeteren. Ja. ja, 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 precies. Dus dat is eigenlijk dit jaar waar we aan het kijken zijn van hoe kunnen we onze doelgroep voor, ja, eigenlijk verbreden. Ja omdat je dan natuurlijk ook grotere afnames kan krijgen. Ja. In plaats als je alleen in die voetbalwereld blijft, ja, is dat misschien Je hebt voetballers. je hebt allerlei soorten. Je sporten. hebt zoveel sporters en sommige sporters die harder trainen dan voetballers. Atletiek en zo, um, die dingen. Ja. Alleen ons, ons, onze gedachte was altijd: we beginnen bij het voetbal mm -hmm. en het liefst nog bij de top. Tuurlijk. En dan probeer je naar beneden toe te werken. Want ja. als je daar begint, heb je direct die bekendheid. Ja, en van beneden naar boven is lastig. Man. Is lastig. Ja. En uh, op die manier hebben we ook gezien dat dat gewoon goed werkt, omdat je direct die exposure hebt. Um, um, en natuurlijk heb ik het geluk wel met mijn netwerk, want je kan niet altijd, weet je, normaal moet je ook juist van beneden naar boven om ja. jezelf te bewijzen voordat je daar. Zeker. Alleen ik, ik had toch de kans om, om te beginnen bij ja, topspelers. Waardoor nu andere mensen denken: hé, hey, maar als hij het gebruikt. Tuurlijk, man. Wat... Ik zag je volgens mij met Matthijs de Licht. Ja. ja. Kluivert volgens mij ook? Of, of zie... uh, heb ik dat verkeerd gezien? Nee, kluifert niet, man. Maar wel volgens mij Frank Rijkaard. Frank Rijkaard laatst. Wat, wat noemen geweest? ze een paar namen met die, die allemaal. Ja, afnemen. Coutinho. Je was laatst in de Coutinho, uh... München ben ja. ik geweest, ja. Uh, Coutinho, Matthijs de Licht. Nou uh, ja, ik, ik heb natuurlijk door mijn verleden bij Ajax, heb ik daarmee ingangen. Dus met uh -huh. die spelers. Heb yeah. ik contact met, met de Fisho. Met en um, ja, weet je ook gewoon, nou ja, wat je zei, Frankrijk had Louis Vachaal. Uh, Martin gerricks uh, was gisteren Seriously? jarig, dus daar, Ja, die zat bij mij op de middelbare school. Oh, dus dope, man. Je hebt altijd wel zo, en, en nog yeah. eens, ik, ik, om het te herhalen, vriendelijkheid komt altijd bij je terug. Hmm. En op de middelbare school was, weet je, ik was best wel een loner. Oké. Okay. Ik yeah. was best wel op mezelf. Ja. Yeah. Hij was ook best wel op zichzelf. En op een gegeven moment weet je, het wel klikken, ging he? het klikken. Ja. En, en probeerde ik hem ook een beetje, weet je wel, een beetje te supporten, een beetje te motiveren. Mm -hmm. En ja, de man is nu... <laughs> Martin Gerricks is... Ik hoef niks te zeggen, man. Weet je wel, ja. dat, dat, die kent iedereen. Mm -hmm. En uh, ja, die heeft nu dan wat nodig. Nou ja, dan haal ik het bij Fabian. Want ja, ik weet dat het weet je, iemand is die betrouwbaar is. Ja. En je bent ook niet moeilijk om mee te werken, lijkt mij. Kijk... Ik heb je ook nog nooit gezien hè, voor nee. dit. Mensen gaan nee, misschien ik, denken van je bent mijn hond ja, ja, ja. misschien ben je mijn neef <laughs> dat gaan ze denken. Maar ik had je ook nog nooit gezien. Nee. Maar je merkt altijd al meteen zodra iemand aankomt lopen hoe het gaat gaan. Ja. En ik zag jou en de manier hoe je groet, ja. weet je, en hoe je uit je ogen kijkt, dacht ik: ah ja. Easy peasy vandaag, man. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. flexie. Ja. Je hebt ook met sommige mensen, dan komen ze aanlopen en dan denk je: hé, hey, Sang, hoe gaat dit lopen? Ja, Snap precies, je? precies. Maar bijvoorbeeld, jij hebt dat niet. Uh, Sarpong heeft dat ook nee. helemaal niet. Nee. Gravenberg heeft dat al helemaal nee, nee, niet, nee, bro. Nee. Ja. Snap je? Ja. En met zulke mensen ga je toch wat ja. lekkerder aan het werk. En ja. ik denk dat voor Snap jouw ik. business dat ook goed is, man. Ja, je tuurlijk. hebt je verleden, je ja. hebt je netwerk, maar je hebt je ook je eigen karakter mee, ja. man. Ja, klopt. Klopt. Alleen dat is ook wel weer leuk. Kijk, mijn. mijn um, hoe zeg je dat? Mijn go-to elke ochtend is, ik, ik ga proberen te groeien. Weet je? Ik ga te, proberen te leren. Mm -hmm. En nu met een business kom je ook dingen tegen yeah. waar je niet aardig en lief kan zijn. Klopt. Klopt. Als ik het heb over onderhandelen met leverancier, mm -hmm. uiteindelijk krijg je wat je onderhandelt. Ja, dat is zo. Snap je? En als jij te lief bent, krijg je misschien niet eens wat je verdient. Hoe vind jij die balans, zeg maar, van. Nou, dat, dat is op zich wel het leuke. Weet ja. je, mijn partner Mark. Hij um... lijkt me wel een wat hardere guy. Ja, precies. Ook? En ja. daar vullen we elkaar aan. Weet je, soms een betaling duurt lang. Ja, ja. ik ga drie keer appen. Ja, van hey. Hé, hey, hoe gaat het? Lukt het wel? Hoe is het met de kids? <laughs> ja, 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 ja. Vergeet precies. je de betaling niet? Ja, weet ja, ja, ja. je wel? Hij, hij gaat het gewoon regelen. Weet je? Ja, hij krijgt het gewoon gedaan. En ik weet niet precies hoe. <laughs> Laat ik aan hem over. Maar daarin, weet je, op dat gebied vullen we elkaar wel aan. En dat is wel ook wat je natuurlijk. Uiteindelijk wil je een team om je heen. Ja. Van mensen die dingen kunnen die jij niet kan. Ja. Die goed zijn in dingen. We hebben nu één uh, werknemer. Mm -hmm. Ja, die neemt heel veel initiatief. Weet je? Heel goed. veel initiatief. Uh, die vindt het niet erg om de kleine dingen te doen. Om het okay. zo te zeggen. Uh, voorraad tellen. Weet je? Al dat soort dingen. En ja, dat vult ook weer aan. Want ja, dat zijn ja, dingen zeker. waarvan ik zeg van... nou, misschien ben ik daar een beetje laks in. Het is niet echt mijn kwaliteit. Um, uh, en, en, en zo ben ik wel echt aan het kijken van... oké, okay, weet je, zorg ervoor dat je mensen om je heen hebt... die, die iets aanvullen, die bepaalde kwaliteiten hebben. En, ja. en nu heb ik wel het gevoel dat we steeds een mooier team krijgen. Dat ik denk ja. van, oké, okay, weet je, dat, dat, uh, dat gaat de goede kant op. Het is alleen maar goed, man. Ja. Ja. Want, uh, want ik las er dan toevallig dat je bij, bij Coutinho was. Ik dacht echt bij mezelf, hey, hoe gaat zoiets, man? Dus ja. ga je DM't DM'tje gewoon of zo en dan ga je die kant op? Ja, nou ja, het was dit... Uh, ja, weet je, op zich... Ik... Uh, zijn personal trainer. Mm het -hmm. is via zijn personal trainer, dus niet okay. direct. Ja. Um, ja, dat soort gasten, weet je, die hebben personal trainers. Tuurlijk, die zijn tuurlijk. eigenlijk 24-7 bezig Precies. om hun ready te maken. Ja, die die wonen gewoon... bijna bij hun thuis. Pre ja. Volgens mij woonde hij daar. Kijk hier. Volgens mij, ja. ja. En uh, alleen wat, wat het leuke was weet je, aan, aan, aan dit verhaal, was gewoon dat het eigenlijk uh, zo snel gaat. Weet je, op zondag hebben we dat contact met die personal trainer. Op maandag hebben Mark en ik contact en zeggen we: hé, hey, Coutinho is toch wel een top 20 van de wereld? Ik weet, niet wat, ik weet niet wat jouw mening is, Minimal. maar. Minimaal. Is, is een ja. grote speler. Hier moeten we wat mee doen. Ja, man. Ik denk dat je het moet gaan leveren, dat je hem moet brengen, mm -hmm. proberen een foto te maken, ja. weet je. En dat is goud waard voor het bedrijf. Zeker weten man. Dus op dat moment, ja, ik voetbal. Dus ik heb het ook gewoon druk. En dat is mijn prioriteit. Ja, je kan ook niet zomaar weg naar nee. nee, alleen ja, dan kom ik weer terug. Er zijn veel uren op een dag, ja, man. weet je. Klop, en als, 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 als jij maar de juiste... En is niet ver. Nee, maar als ja. jij maar de juiste prioriteiten stelt, weet je. Dan, dan is er gewoon veel mogelijk. Maandagavond uh, tickets, dinsdag trainen, twee trainingen. Snel naar Schiphol rijden. Mijn mm. tante moest me nog brengen, want ja, ik kon die auto daar niet kwijt. Want je yeah. moet ook aan de kosten ah, denken, ja, snap ja, je? Ja, 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 ja. Vliegen daar naartoe, uh, um, snel een taxi naar zijn huis genomen. En toen ik daar aankwam, dacht ik: Weet je wat ik nu wel leer? Neem altijd even een momentje. Ja, ik kwam daar aangelopen. Even... Ik zie twee mooie Audi's staan. Yes. Weet je, nou, even een momentje gewoon van: ja. Oké. Okay. Dus toen kwam ik naar binnen, huis vol, weet je wat ik zeg. Team, fysio, uh, voeding, nou ja, zijn gezin ja. en dan die personal trainer. En uh, nou ja, ik, ik geef het eigenlijk af met het idee van nou ja, even een foto maken. Ja, tuurlijk. En dan ga ik weer terug naar het hotel wat ik dan heb geboekt. Morgen vroeg weer vliegen. En dan heb ik woensdag om uit te rusten, zodat ik donderdag weer scherp ja, ben op ja, de ja, training. Ja, precies, alsof je niet bent weg geweest Alsof je niet bent weg geweest ja. En uh, uiteindelijk, ja, super vriendelijke mensen, ook christelijk. Oké, okay. um, ja, ja, klopt, ja, klopt, klopt. klopt. En uh, ja, uiteindelijk zei hij, heb je al gegeten? En toen zijn we uiteindelijk gezellig gaan, samen gaan eten. En uiteindelijk, ik kwam terug en ik zei tegen mijn vader, ik zeg... Ik, wat ik het allermooiste vond, was hoe vriendelijk ze waren. Ja. Weet je, hoe... hoe uh, open, gewoon uh, ze betrokken me, weet je wel. Ik mm -hmm. vond dat zo, dan praat je over echt een grote spelers. Hey bro, ik? dit is gewoon wereldtop. Hè? Ja, ja, en ik vond dat wel echt, uh, en uh, ja, ik heb daar wel echt van genoten. Niet van die game ready leveren, ja. niet van uh, die reis bij wijze van, maar gewoon van hoe hun waren. Ja, gewoon dat je kan zien dat zo'n grote speler gewoon ja. down to earth kan zijn. Ja. Wie, wie ben ik dan? Precies, Wie, Weet je wel? Wie ja. ben ik dan om te zeggen van... Uh, ik heb geen tijd voor die of ik heb geen tijd voor die. Ja. Hij heeft tijd gemaakt. Weet je dat is wel? dope, man. Snap je? Ik denk, zeg maar... Nu jullie een beetje groeien... Ja. Dat als je nog een keer naar een grote speler toe gaat... Dat je misschien wel... Ja, het klinkt misschien gek... Maar misschien een cameraploegje mee kan nemen, man. Ja, en dat, dat is ook wel wat je ziet. Waarom spelers mij... Uh, waarderen is, omdat ik daar nooit druk op probeer te nee, leggen. precies, precies. Kijk, je moet het natuurlijk niet forceren. Nee, precies. Maar en als daar je ben bijvoorbeeld al twee, altijd... drie keer naar iemand bent geweest, ja. dat je bijvoorbeeld de vierde keer vraagt van, hey, zo zou je het leuk vinden om ja, dit een keer te doen, precies. zou toch wel een, een leuke docu zijn. Maar sowieso gewoon een docu al ja. over ja. Amplify zelf, ja. dus met jou, ja. met Mark, ja. en gewoon laten zien waar jullie zijn begonnen ja. en wat ja. voor producten. Ik denk dat dat echt dat ja. zou echt dood kunnen zijn. Ja, ik vind het een man. goed idee, man. Ja, toch? Ik, ja. ik denk het wel, man. Ja, ja. Want kijk, jij bent wel bespraakt. Ja. Mark heb ik niet echt horen praten. Maar volgens mij wel wel bespraakt. Bespraak. Ja, ja. Jullie hebben hersens. Ja. Jullie komen goed uit jullie woorden. Ja. Waarom niet, man? Ja, precies. Weet je? Precies. Nou ja, ik, vind, ik, ik wil eerst nog tuurlijk. een beetje groeien. Tuurlijk, tuurlijk. Maar wat, wat, wat willen jullie? Hoe, hoe groot wil je worden? Of... Ja. Welke service wil je blijven houden? Dat is ja. ook heel belangrijk om te weten. Ja, is ook zo. En als je groeit, komen er altijd scheurtjes. Dat is het. Weet je, als je Kom groeit, moet je altijd keuzes bij, maken. Ja, Dingen uit handen geven. Mensen die wat van je willen. Mensen mm -hmm. die misschien toch wel een beetje. Uh, um, ja, uh, met, met bepaalde meningen invloed proberen te, te hebben. En uiteindelijk was, was Amplify, weet je, je zei het net mooi: een side hustle. Ja. Nu groeit het en nu krijg je een discussie. Kan je dit nog wel een sidehustle noemen? Hmm, ja. Weet je wel? En, en weet je, daar praten we gewoon veel over. En, en ook, weet je, het idee was zodat we na onze carrière al iets hadden opgebouwd. waar we zo in konden stromen. Mm -hmm. Maar ja, op zich we zijn 26. Ik wil nog wel een tijdje voetballen, eerlijk gezegd. Ja, yeah. yeah, tuurlijk. Dus ja, dat zorgt voor, voor discussies en dat zorgt voor. Um, nou ja, dat je, dat je wel serieus erover na moet denken: van oké, okay, wat, wat is je prioriteit, wat zou je willen? En dat is eigenlijk een ongoing gesprek dat je voert met elkaar. En het ja. heeft er ook mee te maken, kijk, zoiets met Coutinho, ja, heb ik niet van tevoren voorspeld. Nee, precies. Weet je, andere partners die we misschien hebben, ja, dat, dat heb ik niet. Uh, tuurlijk zijn er soms wel ideeën die je uh, van tevoren als doel stelt. Of tuurlijk. weet je, vorig jaar wilden we bijvoorbeeld. Um, ons doel was om partners te zoeken mm -hmm. die al uh, een bepaald een bepaalde level hadden bereikt. Ja. Zodat je je kan optrekken aan die ja. partners. Mm -hmm. nou ja, uiteindelijk hebben we een hele mooie samenwerking nu met Fisho um, Ja, waar ook veel topspelers rondlopen. Babel was soorten. ook daar toch een, een tijdje? Ja. Babel was daar uh, een hoop Ajax-spelers, maar gewoon de top van Nederland loopt ja. daar wel rond. En, um, nou, dat was wel een idee, waar je, wat je hebt uitgewerkt en uiteindelijk dat loopt. Dus ja, dat, dat is gewoon mooi. Maar er zijn ook genoeg dingen die je niet kan voorspellen. klopt, Weet je wel? En, en dat is wel uh, soms lastig, want dan moet je dus anticiperen op, op wat, wat er komt. En, uh, en je weet maar nooit. Hè, dadelijk belt opeens een NBA player je met, uh, weet toch? En, noem maar op. Weet je, en je weet als dat club, gebeurt dan, of, uh, oef. Yeah. Weet je, of, of je gaat naar Azië, je gaat die mm -hmm. markt op. Weet je, je weet het niet. Alleen, ik, ik ja, ik sta wel altijd open. Weet je ja. wel? Ik sta er wel gewoon open voor. En als dat moment komt, uh, ben ik wel voorbereid. Dan, dan ben ik nu, ook zelf niet weet niet. Ik weet niet, als je van boeken lezen houdt. Ja, zeker. Ik, ik, moet, je heel eerlijk, ik moet heel eerlijk bekennen. Mm -hmm. Ik had soms het gevoel dat ik gewoon geen boek uit kon lezen. Heb ik ook gehad. Omdat ik echt gewoon niet mijn aandacht of ja. zo. Uh, drie dagen niet gelezen, dan kan ik weer beginnen bij het begin. Weet ja. je wel? Dat. En ik heb nu, denk ik, de afgelopen twee maanden dat ik echt boeken. Ik, ik zeg eigenlijk niet lezen, maar bestuderen. Want ja. ik schrijf er meestal bij. Weet Wat je wel? heel belangrijk is, hè? Het is begrijpend lezen. Ja, precies. Ja. En um, ja, op die manier probeer ik me wel voor te bereiden. Als er dan dingen komen. Dat ik al een bepaalde kennis heb. Snap je dat ik erop kan, um, ja, op, kan inspelen? Ja. Weet je wel? Als ik je één tip mag geven voor een boek. Ja. Dan zeg ik tegen iedereen dat het boek van de Dalai Lama is: De kunst van het geluk. Oké. Okay. Het kost volgens mij 10 euro of zand. ja. zo, op bol.com. Ja. Maar daar leer je echt um, relativeren, man. Okay. Van wat is nou belangrijk? Ja. Hoe ja, belangrijk wow. is nou alles wat we doen hier op aarde? Ik heb, ja. ik heb het ook laatst met iemand erover gehad van... Er zijn zoveel sterren ja. um, in deze, deze planeet, zeg je. Tenminste, het heelal. Ja. Ja. Er zijn meer sterren dan zandkorrels hier op aarde, bro. Ja. Dat laat al zien hoe... Minuscule, het is wat wij doen hier, ja, snap ja, je? Ja, ja, precies. En ja. dat laat je ook zeg maar, niet zo snel van slag raken. Nee, dat laat je ook denken van, oké, okay, dit gaat mis, we gaan gewoon verder met iets anders, ja, man. Want ja. er is zoveel, ja. weet je, ja. in het heelal en ja. de wereld zelf is maar een klein puntje, man. Ja, precies. Weet je? Precies. En dat is wel grappig, want wij, vooral nou ja, in Nederland, ik weet niet of mm -hmm. jij dat gevoel ook hebt... Maar we maken onszelf al wel heel snel belangrijk. Tuurlijk, bro. Weet je, Tuurlijk, en zonder ja. jezelf tekort te doen, want je moet natuurlijk ook gewoon uh, um, uh, jezelf belangrijk vinden. Ja. Het is jouw leven, je moet er het beste van maken. Alleen, wat dat jij net zegt, relatief en, ja. en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dat echt moeten leren. Weet je, ik, uh, mijn ouders, ik ben echt in een beschermde omgeving opgegroeid. Oké, okay, niks tekort. Niks tekort. Respect ook dat je dat eerlijk durft te zeggen. Want heel veel jongens willen nu zeggen dat ze van die struggle komen. En ze ja, komen niet van ja die struggle. Het is mooi om van die struggle van, te komen. Rijst alleen met zuur. <laughs> rijst met melk, rijst met ei. Ik ja. heb het meegemaakt, bro. Ja. Maar het, was, het heeft mij gewoon gevormd tot de persoon die ik ben. Maar ja. voor jou precies hetzelfde. Ja, weet ja, je. Ja. wil niet zeggen dat jouw ja. upcoming dan minder goed is geweest omdat nee. jij minder struggles hebt meegemaakt. Nee, precies. Alleen wat ik wel. En, en... Weet je, ik zeg dan altijd van, het leven gaat je toch duwen. Mm -hmm. Weet je wel, het leven gaat je onver proberen te duwen. En um, ik heb wel gemerkt, ik, weet je, zonder die stress waarmee ik ben opgegroeid, mm -hmm. uh, wanneer je in een grotere wereld terechtkomt, ja, dan ga je tegenslagen krijgen. Ja. Nou ja, weet je, we, hebben het, we hebben het er net al over gehad. Um, en soms, soms heb ik wel het gevoel dat ik sommige mensen tegenslagen toewens omdat van mijn tegenslag heb ik wel het meeste geleerd. Hmm. Snap je wat ik bedoel? En dat is best wel, want ik ga natuurlijk niet zeggen had ik maar uh, vervelendere ouders gehad. Ja precies. Dan was ik nu sterker geweest. Nee precies. Is natuurlijk raar om te zeggen, maar vanuit een ander uh, oogpunt zeg ik wel eens... Uh, liefdesverdriet. Zo, so, editorie heeft me opgefokt, man. Ga ga, ga ga je niet van je ouders leren. No, editorie... Weet je? Of gevonden. Nou ja, <laughs> ja. weet je... Liefdesverdriet is fire. Nou ja, weet je, ja. Ik, en, en dan klinkt het raar als ik zeg dat gun ik iemand. Want ik gun niemand verdriet. Nee, maar je moet het meemaken. Ik gun het, maar het heeft me wel, als ik het nog eens... Mijn tegenslagen hebben me uiteindelijk wel heel veel geleerd. Ja. Over mezelf, over waar ik naartoe wil, hoe ik wil zijn. Weet je wel, en dat is wel ja, interessant, vind ik. Ja, en je hebt gelijk hoor. Iedereen ja. heeft de tegenslagen nodig om zeg maar... Te komen waar ze moeten zijn, ja, waar ja. ze bestemd voor zijn. Ja. Maar aan de andere kant, niet iedereen is even sterk als wij. Hè? Nee. Kijk, en dat is een beetje dat trickje-punt. Ja. Ik zeg ook altijd tegen iedereen: je moet er gewoon doorheen gaan, man. Ja. Maar dan refereer ik altijd naar mezelf. Van okay. ik heb dat zo moeten doen, dus dan gaat het jou wel. Ja, ja. Maar ik heb ook gemerkt: hey, mensen zijn vaak anders gebouwd, man. Ja. Je merkt heel vaak van. Stel, wij zouden tien tegenslagen echt kunnen handelen. Ja. Kan iemand het bijvoorbeeld maar één keer. Ja. Snap je? Ja, ja klopt. En dat is het, maar ja, het ja. is live. Zoals Libi, bro. Ja. Hey. ja, en iedereen is anders. Ja. Weet je, ik ben ook van. I don't judge. Nee, I don't nee. judge. Dat heb ik geleerd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Iedereen heeft heb, zijn eigen ik verhaal. Ik had altijd in mijn hoofd vroeger van. Weet je, op een bepaalde leeftijd moet je gewoon weten wat goed en fout is. Ja. Maar ik heb ook geleerd van mijn vrouw en ja. van haar omgeving dat. Ja, kijk, sommige mensen zijn gewoon niet opgegroeid met bepaalde. ...ideaal of normen nee, en waarden... ...en klop. zij hebben gewoon wat langer nodig... ...om ja, op dat punt te komen... Ja, ...waar tuurlijk, we zijn. Tuurlijk, maar bij hun... ...zou misschien liefdesverdriet... Het zal minder hard aankomen. Hey, ja, dat heb ik ook gemerkt. Snap je wat ik, ik bedoel? Sommige boys ze zeggen: Ik ga vijf jaar met die meid, het is uit en ze zijn gewoon relaxed. Ja, precies. Die dag en zijn ze gewoon in de bios met de andere meid. <laughs> Terwijl ik zit alsof awesome met mijn deken en zo, oh je weet toch, zo te laten. Ja, je luistert naar Joe the Sea Boys <laughs> to Man, huilen alles. Hey, ik heb het meegemaakt, ja, snap ja, je? Maar ja. wat je zegt, sommige boys, is: hey, Ze lopen gewoon weg alsof het niks is. Ja, en daarom ook, weet je, en, en dat. Weet je, dat gevoel dat iedereen anders is, mm -hmm. vind ik weer mooi. Want dan kan je dus van iemand, iedereen, kan je wat anders leren. Je kan van je? iedereen leren, je kan van elk volk wat leren, je kan ja. van elk geloof wat leren. Ja. Dat is het mooie, mooie aan deze wereld. Ja. Alleen. Ja. Ja. Zien heel veel mensen dat niet? Nee, 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 nee. Maar dat is die bubbel toch? Als je in die bubbel en je voelt je comfortabel. Ja, ja, ja. Waarom zou ik okay. uit die bubbel gaan? Snap je? Kijk, ik moet je eerlijk zeggen, ik maak die fouten ook hoor. Kijk, uh -huh. ik, ben het, ik ben Surinaams opgevoed, ja. sowieso. En ik eet niks anders dan Surinaams. Nee, oké. Okay. Snap je? Ik, ik kan niet ergens gaan en, en er is bijvoorbeeld geen rijst of Sorry. zo. Dan denk ik denk van, hey, samen, wat ga ik eten? <laughs> ja. Terwijl, mijn vrouw ja. is. Ook heel erg Surinaams opgevoed, ja. maar zij heeft heel veel gereisd in haar leven met haar familie okay. naar Azië en zo. Ja. Dus zij kent verschillende smaken. Ja. Ik stel me er niet altijd voor open, maar ik merk wel soms als ik iets anders eet, denk ja. ik van is was sweetie man. Ja, van, ja, precies, dan, precies. Soms wil ik het niet toegeven, maar toch nee. heb je wel je hoofd van Ees zo. Dus als je ja. kunnen we wel koken daar. Ja, snap ja je? precies. Ja, dus ja, je kan echt leren van, 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 ja. van, van iedereen man. Ja. Dat is het mooie ja. aan deze wereld, denk ik. Ja. Nee, dat vind ik ook echt. Dat vind ik ook echt. En weet je, als je dan heel erg van elkaar verschilt. Mm -hmm. Weet je, ik heb nu bijvoorbeeld. Uh, mijn broer en ik, we gaan nu heel lekker. Yeah. Terwijl we heel erg met elkaar verschillen. Yeah. Maar soms kom je ook in een periode van je leven. dat je dan iemand die heel anders naar jou denkt of handelt. dat dat juist hetgeen is wat jij moet leren. Weet yeah. je? Dat je daar die wat van leert. Die persoon heb leer. je gewoon nodig op dat moment. Snap je? En ik bijvoorbeeld met mijn vader lijk. Ik, 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 ik lijk enorm op mijn vader. Ik ook, Qua karakter, yeah. qua. Alleen soms is dat juist niet wat je wil horen. Soms moet je wat anders Snap, horen. Ja, 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 ja. ja. Dus ja, en ik denk dat, dat, dat je daar je ouders voor hebt. Want ja, je moeder en vader zijn natuurlijk anders. Ja, ja. En dat, dat zeg ik ook heel vaak hoor. Hey, ja. uh, beide ouders in je leven hebben is belangrijk. Man. Ja, Snap precies. Het maakt niet uit of ze uit elkaar zijn of ze, ze praten niet. Maar ja. gewoon, weet je, wat tussen hun is gebeurd, dat is tussen hun. Ja. Maar je kan van echt beide leren. En ook van al je broers en zussen. Man. Ja, man. Dat is echt ja. mooi. Ja, dat is mooi. Is maar ja, dan, ja. Uh, ja, uiteindelijk, ja, als je terugkomt op het voetballen, hè, ja. dan zit je nu bij RKC. Of ja, je contract loopt af. Nu. Ja, klopt. Blijf je wel doortrainen? Natuurlijk, ja, voor mezelf. Okay. Of je bedoelt bij RKC? Bij RKC of Volgende week, nu? tot volgende week woensdag. En dan is het klaar. En dan is het klaar. En dan ja, komt er weer een periode van onzekerheid, afwachten. Ja. Wat wil je? Ja. Moeilijke vraag natuurlijk, omdat je niet heel veel te eisen hebt. Omdat het is een fokkelperiode. Maar ja. wat wil je? Maar ja, ook, ook zeg maar... We hebben natuurlijk over heel veel dingen gehad. Mm -hmm. En dan uiteindelijk leer je natuurlijk ook dat... Meestal wat jij wil... Weet je, dingen lopen zoals, zoals het gaat. Weet je ik had zoveel dingen gepland bro, niks is uitgekomen. Nee, dat niks. is het. En ik geloof er wel in dat je... Um, ik ben, daarom zeg ik altijd, ik ben altijd wel op zoek naar groei. Mm -hmm. Maar qua doelen... Ben ik wel flexibel? Okay. Als je snapt wat ik bedoel. Ik voel je, ja. Um, ik, op dit moment ben ik alleen. Ik heb geen kinderen, geen vrouw. Dus, alle vrijheid. Ja, dus ik heb alle vrijheid en daardoor zeg ik ook van: ik sta open voor heel veel. Weet je, ik sta open uh, voor het buitenland. Ik sta ook open om hier in Nederland te blijven. Um, maar wat heerst? Het sportieve het aspect of het financiële aspect? Wat, wat, wat? wat waar, waar? Tuurlijk, iedereen zoekt een balans. Ja. Maar als ik heel eerlijk mag zijn, mijn carrière altijd financiële, dat was gewoon. Dat moet. Dat moet. Je, dat, ja. dat moet. Ja, ja, ja. Sportief leuk, maar ik ben geen geweldige voetballer, dus we moeten doekoe maken. <laughs> ja, Snap je? ja, ja, ja. ja precies. Maar je bent nu 26. Ja. Wat, 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 wat weegt voor jou nu het zwaarst? Toch nou nog ja, wel het sportieve? Nou ja, het is toch ook wel. Bij mij is het wel tweeledig. Want als je kijkt naar um, um, afwijzingen die ik heb gehad, blessures mm -hmm. die ik heb gehad is bij mij ook wel de drang om meer naar het financiële te kijken is wat groter geworden. Vroeger was het van tuurlijk, ja, weet je laat dat ik hou van voetbal. <laughs> ik wil gewoon voetballen. Weet je, Iedereen Doe die dat zeg, schop ik eruit. Ja, weet je, Doku, ja, ja, maakt niet uit. Even natuurlijk ook mee te maken. Weet je, op mijn 15 teken ik bij Ajax. Ja. Dus is het ook makkelijker om zoiets te zeggen. Ja, ik heb dat nooit meegemaakt. Maar. Nee. Daar is het ook makkelijker om zoiets yeah. te zeggen. Um, aan de andere kant, uh, en dat zeg ik ook tegen mensen, Achillespace, tien maanden niet gespeeld. Uh, in de beker tegen Herakles mocht ik voor het eerst weer in de basis spelen. En het gevoel toen ik het veld opliep, het gevoel tijdens de wedstrijd en na de wedstrijd toen ik naar mijn ouders liep, mm -hmm. is, is, Mooi, niet, is, is niet te vergelijken met geld, man. Yeah. Is niet te vergelijken met geld. Alleen ik ben wel nu op een leeftijd gekomen dat je wel zegt van hé, hey, ik wil graag mensen helpen, dan moet je wel zorgen dat je goed zit. Ja, zeker. Want wat, je... wat, wat nou als Qatar nu belt? Sta ik voor open. Sta ik voor open. En als je nou. Oké, okay, laatste vraag die ik hierover stel. Want ja. het is natuurlijk moeilijk, want je ja. weet niet wat gaat gebeuren. Maar ja. stel hè, stel, stel, Ado belt jou. Ja. Eredivisie. Ja. Je weet dat je wel een beetje aan de onderkant gaat spelen, maar je wordt basisspeler. Ja en je krijgt gewoon een standaard eredivisie-salaris van wat anderhalf ton per jaar. Ja. Of Qatar belt jou. <laughs> er zit geen hond op de Want ik heb daar aan die kant gespeeld. Er zit niemand. Nee. Maar je kan tegen een Milli aantikken. <laughs> ja. Want dat is de keuze die die jongens op jouw leeftijd ja. met jouw achtergrond nu ongeveer maken. Ja. Of je gaat voor anderhalf ton, twee ton in de Eredivisie spelen en je ja. weet niet wat gaat gebeuren. Ja. Of je gaat tussen de zes en de acht ton in ja. Qatar of in Dubai of wat dan ook verdienen. Ja. Want ik, ey, mensen lachen me altijd uit als ik zeg van ey, die guy van Herakles, ik ben zijn naam vergeten: Brendly, Brendley, kruis. Ja. ja. Ja, mensen zeggen altijd van je had niet moeten gaan. Hij ja. kon naar PSV. Ja. Ik zeg: Mie man, hou je mond dicht. Ja. Je weet niet waar hij vandaan komt. Je weet niet wat voor stress hij heeft gehad. Nee. Die man kan zich Klopt. helemaal veilig spelen daar. Klopt. Klopt. Laat hem met rust. Klopt. Snap je? Ja. ja. Voor jou, je komt niet uit hetzelfde nest als hem, want je hebt natuurlijk een Ajax-achtergrond gehad. Ja. Maar je hebt ook de keuze nu van: hey, blijf ik in de eredivisie of gaan we buiten pakken? Wat zou jouw eerste antwoord zijn nu? Ik denk door alles wat ik heb meegemaakt: buiten pakken. Eerste en die eerlijk is? Ik, nou, de eerste. nou, maar ik zal je ja. ook zeggen waarom. Ja. Alles kan heel snel veranderen. Oké, okay, eindelijk iemand die eerlijk alles is, die kan nog speelt. Alles kan heel snel veranderen. En weet je, je kan ook natuurlijk, want ik heb gezegd: ik ben christelijk. Ja. En geld moet nooit. Uh, natuurlijk de motivatie zijn, nee. om het zo te zeggen. Maar als het voor het oprapen ligt, is het niet erg om het te pakken. Ja, maar ik probeer ook groter dan dat te denken. Wat kan ik met dat geld doen? Je kan een hele hoop mensen helpen. Weet je, dat zou voor mij, zou voor mij een reden zijn om te zeggen van... ja man, ik kan, ik kan dan veel meer... Mijn, mijn, mijn wereld wordt groter, ik kan veel meer... Voor mezelf, maar ook voor anderen. Ja, en je ik, bedrijfje, je, je ouders, je, je broer. Je, noem maar op. Alles wat noem je maar op. Je kinderen die straks komen. Ja, noem maar weet op. Je? Ze, ze, ze worden dan niet geboren met een achterstand. Nee, klopt. En, en dat zijn allemaal wat dingen waar je aan denkt. Kijk, um, liefde voor het voetbal. Ja, dat is er gewoon. Mm -hmm. dat, weet je, dat voor mij is dat gewoon. Nog eens wat ik zeg. Tuurlijk. Dat moment bij Heracles. Bro. Het is, on the, on the, is weet gewoon, je, gewoon drugs. Het is op een emotioneel yeah, level. Is zoveel waard. Mm -hmm. um, maar goed, nog eens, ik heb in mijn carrière gezien hoe snel dingen veranderen. Ik heb het gezegd, van Real Madrid, naar oh. Overloop, ja. naar NAC, ik ga het weer maken, naar Achilles. Ja. Het kan zo snel gaan, dat ik zeg van hé, hey, maar ik ben meer dan een voetballer. Je bent ook veel meer dan een voetballer. Weet je je voetballer is een... zo kort bro. Ik ben meer dan een voetballer, en met dat geld kan ik ook meer bereiken voor anderen met voetbal. Want weet je, ik het klinkt misschien uh, overdreven, maar ik geloof dat ik, weet je, ik ben om te dienen. Niet om gediend je te worden. Je hebt een higher purpose. Snap je? Je hebt het gevoel dat je je medemens kan helpen. En ik denk ook dat dat zo is. Hoe ja. ik je nu hebt meegemaakt hier. Ja, ja. Je aura, je vibe. Ja. Je hebt het in je. Dat is ook waar we het over hebben gehad, toch? Je hebt mij een bericht gestuurd Zeker. op Insta. ja. En ik vond dat echt, die invite vond ik top. Mm -hmm. En je deed het ook van. Ik wil je even in de picture zetten. Zeker. Ik zeker. wil je helpen. Ja. Ik zie je bedrijf, je bent bezig. Maar voor mij is dat hetzelfde voor jou natuurlijk. Ik vind het weten, doop man. waarmee je bezig bent. Ik, uh, weet je, ik hoop dat het weet je, gaat zoals jij wilt. Weet je, dat het zal groeien. En dan wil ik gewoon helpen. Snap je? Ik wil elkaar opbouwen. En plevaal voor... sponsoren. Huh? Ik ga hier met die been zitten. <laughs> <laughs> ik zit met die been gewoon hier. <laughs> oh, we kunnen het gewoon doen, Brad. We kunnen het gewoon doen. Nee, echt, ik, hé, uh, hey. zoals ik al zei, kijk, ik ken je natuurlijk niet persoonlijk, maar hoe ik je heb meegemaakt, weet ja. je, van Insta tot hier, hé, hey, alleen maar respect. Dat ik ken genoeg voetballers dan. die als flikkers doen, ja. weet je, die, die het wel lezen, maar dan niet reageren. Ja, ja. Je kan me ook gewoon zeggen: van, hé, hey, ik heb geen tijd. Ik heb voor geen dit. tijd of dit is niet mijn ding, man. Ja. Hé, hey, en, en dan geef ik een Anu als ik je zie, respect, man. Ja, ja, precies. En ja. ook flexie dat je zo snel hebt willen komen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Nou ja, het heeft natuurlijk ook met afstand te maken. Ja, tuurlijk, ik ben tuurlijk. in de mogelijkheid om te komen. Maar nog eens, mijn eerste, uh, mijn eerste gedachte was: hé, hey, dope dat hij dit probeert. Dope dat man. hij iets onderneemt. Ik wil die guy helpen. Dat is love. Weet man. je wel? Ja. En, en ik denk, ja, uiteindelijk denk ik dat je dan ook uiteindelijk voor jezelf altijd gaat krijgen wat je wilt. Ja, en, en wat, wat ik, ik je al zei, weet je, kijk, ik doe dit natuurlijk niet voor mezelf. Nee. Maar ik doe dit voor anderen. Maar ja, wellicht als ik anderen help, groeit, Tuurlijk. groeit mijn toren. Tuurlijk, op. gaat altijd samen, man. En, en, gaat en, altijd en, samen. We gaan het zien, man. Ja. Uh, weet je, ik, ik, ik hoop dat jij de juiste club krijgt. Ja. Weet je, gewoon echt een gewoon echt balans. Ja. Laten we zeggen <laughs> dat je wel meer dan een half miljoen kan pakken, maar <laughs> toch wel kan Bali nog. Weet je, en dat je dan toch nog zeg maar, ja, gewoon je bedrijf ook echt kan laten groeien, maar op Jouw manier. Ja. Dus dat die service wat je nu hebt, dat ja. het hetzelfde blijft. Ja. En dat je als mens gewoon, ja, ja. hey, happy bent man. Ja. Ik wens jou alle geluk toe vandaag. Dankjewel man, bro. Dankjewel. Uh, ja bedankt voor vandaag. Ja, sowieso. En wellicht als Mark bakka is, uh, ja. zet hem een stoel hier in het midden. Man. Ja, man, sowieso komt er een ja? deel 2. Een hey. deel 2. Leuk bro. man, bro. Love man, yes. zeker. Goeie.